Dus voor mij was zo, ik, ik had het wel verteld aan mijn, aan mijn ouders, aan mijn moeder ja. en aan mijn vader, vreselijk ook. Oh, als ik daar denk, ik kan zo voor je janken gewoon zo vreselijk. Ja. Hey, het staat allemaal op mijn lijstje. Hè? Independent businesswoman die het talent heeft om anderen te helpen te groeien. Weet je wat met me zou gebeuren als ik dat in mijn leven zou hebben? Uh, altijd de positieve uitstraling. Mooie donkere ogen. Chocolade vrouw. Welkom op onze date. De... <laughs> Ik ben nog nooit. Dit is nog nooit. Zeg maar qua intro. Nu aan leukste maar intro. Dit is wat. Het is wat, thank you, thank you, Maar on the real welkom Sisa. Nee, ja, leuk om het te zijn. Echt leuk. Welkom in de show. En ik vind het een eer dat je hebt aangegeven om in Gilly's Loveline te zijn. Ik heb je gebeld. I'm ja. love in love with Valek. Ja. Echt mooi, mooi. I love it. En welkom, ik heb je graag. Ja, leuk dat ik, uh, dat ik hier mag zijn. Ik vind het ook spannend, maar ik had jou gezegd, hè? Ja, niet een paar keer. Nee. <laughs> het, is, maar het, het is spannend in de zin van uh, eerlijke gesprekken. Ja, ja, kan je die aan? Ja, zeker. En volgens mij, een van jouw missies ook in jouw business is om mensen leren hunzelf te zijn op video. Zeker. Dat moet geen probleem zijn, lijkt mij. Nee, maar daarom vind ik het zo slecht. Nee, nu ben jij aan de beurt. Nee, maar ik ben blij dat je er bent, Sisa. En uh, uh, hoe gaat het met je? Nee, wacht, luister. Luister naar de vraag. Hoe gaat het met rijden? En ik stel die vraag zo, omdat ik heb veel mensen om me heen die veel doen. En als ik ze vraag, hoe gaat het met je? Dan nemen ze altijd hun projecten of ondernemingen mee of successen. Vooral dat je reciteert. Hoe gaat het met ze rijden? Vandaag heel goed. Vandaag heel goed. Ja. ja. Niet, ja en niet dat het dan. Uh... Heel slecht gaat buiten nee, nee, vandaag. Nee, maar het maar is, is, het zo is mooi weer. Ja. We gaan praten over de liefde. De liefde is mijn favoriete onderwerp. Echt waar? Ja. Dus, maar ook mijn spannendste onderwerp. Maar wat maakt het zo spannend dan? Want, wat, het, 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 het ligt daaraan vooral dat je denkt: van dit is spannend. Ja, omdat. Als ik kijk naar mezelf mm -hmm. en uh, naar de verschillende dingen van het leven. Yeah. Dus als we over business gaan praten, oké, okay, ik ben super zelfverzekerd. Ja. Ja. Als we over moederschap gaan praten, gaan we het misschien ook over hebben. Ik ben niet zelfverzekerd, maar ik weet... Waar je het over hebt. Ja. Als we het over de liefde gaan hebben, I'm like, word ik nou steeds beter in de liefde of steeds minder goed? Oh, maar dat is een goede vraag. Ik, ik weet het niet. Want iedereen heeft ervaringen en is een soort van uh, expert en als jij het ziet als uh, gefaald of gelukt, dat is echt persoonlijk, ja. toch? Ja, zeker. Want uh, in een relatie zitten betekent niet per se van hey uh, you're a winner in this. Nee, snap je. Begrijp je? <laughs> Soms ben je de winner als je ergens uitgaat, hè? Dus dat. Ja. Zie je, over dat soort dingen wil ik het hebben vandaag. Ja. Kijk, ik ben een vrijposter geweest en heb kaasjes aangestoken, <laughs> heb ik lekkers voor je ingeschonken. Heb zelf een beetje Florida gezet <laughs> als, 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 als luchtje zonder mezelf af te vragen... wat is jouw liefdesstatus eigenlijk? Oh ja. What's up with love ja, in your life right ja, now? Nu, op dit moment. Um, en eigenlijk al een tijdje. Single. Geen relatie. Uh, we komen natuurlijk ook uit een gek jaar... met, uh, met het hele corona-ding. Dus uh, ook niet veel gedate. Ik ga ook niet daten via Zoom... met iemand op een dating-app. Doen mensen dat? Ja, 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 ja. Oh, ik loop achter. <laughs> ja. Nee, wat doet dat? <laughs> dat zei hoor, die, die van die van maken. videobellen. Ja, nee, echt wel? Ja, dat doen ze. Oh dus nee, nee geen ik, zin heb in. ik heb dat niet meegekregen. Nee, dat, dat gebeurt echt. Um... Oké. Okay. Maar ik kan me wel voorstellen trouwens dat dan uh, de maatregelen versoepelen en dat je dan elkaar mag zien. Ja, 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 ja. Nu mogen we weer een beetje meer. Ja. En nu denk ik, oh ja. Ik moet, heb je het gedaan? Ik, moet er, ik heb een idee nee, dat je een nee, zoom dinges nee. hebt geprobeerd. Nee. En dat je, dat je ging lachen met die keel en op die laptop dicht deed. Oh ja, dat kan ook. Nee, nee ik heb wel gedate. Mm. Um, Tijdens corona? Um, nou, ik heb. Oh, nee, kijk zo. Dus een paar jaar geleden werd ik uh, moeder. En niet lang daarna alleenstaande moeder. Ja. Toen ben ik nog één keer verliefd geworden. Een jaar later op iemand. Daar heb ik ook een relatie mee gehad. Um, en daarna dacht ik, oké, okay, nu ga ik even op pauze zetten. Oké. Okay. Ja. En nu denk ik, het moet weer van de pauzeknop af. Uh, vind ik ook, maar ik moet jou je verhaal <laughs> ja. laten vertellen. Maar maar even, hè, want interessant. Ja. Dus na, uh, uh, na de relatie met de vader van je kind ja? ben je nog één keer verliefd geworden. Ja. En had ik ook een relatie met. Uh, een relatie. Met die moet ja. dat voor jou een relatie? Uh... Voordat je, ik ga grof praten. Hè? Want jij bent even, voor de duidelijkheid. Jij leert mensen dus hun zelf zijn in beeld, toch? Ja, met, uh, uh, met mijn video business school academie. In deze overleggen. paar minuutjes vind je mij authentiek mezelf? Ik vind je altijd jezelf. Daarom in deze show nou ook van. Kunnen, daarom we, da wilde da kunnen ik ook we dat even, zo houden? Je kan gewoon jezelf zijn. Oké. Okay, ik denk dus... niet dat je iemand bent die je niet bent. Hey, dat lukt me niet inderdaad. Nee, daarom, nee. daarom. Maar jij dus weigert je koekje weg te geven zonder dat je in een relatie zit. Dat was eigenlijk mijn vraag. Nee. Klopt dat? Nee, 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 nee. Je kan wel ja, een wel. one night of een week, Sunny. Ja, nou, moment, moment, dingetjes. Nou, was altijd, het kon wel altijd. Ja, ja. Vroeger werkte ik bij de TV, werkte ik bij BNN. Oh nee, ja, nee, dat hoort erbij <laughs> inderdaad. <ja. laughs> en in mijn TV-tijd was dat. Ja. Maar ik weet niet, sinds ik. Weet je wat het echte, weet je wat de waarheid is? Natuurlijk ja. kan het, maar ik vind het ook zoveel gedoe. Het is het toch gedoe? Terwijl ik, je zou denken, nee, ik, ik, ik heb geen zin in een relatie. I'm gonna go the easy way, maar het blijkt ingewikkeld te zijn. En je hebt gelijk. Ik vind het toch gedoe. Ja. En weet je wat het is? Um, nu denk ik van, ja, als ik echt iemand leuks ontmoet, dan vind ik het leuk om iemand eerst beter te leren kennen. Maar niet uit een soort, niet uit een soort spel. Zo van, uh, ik ga dan drie dates, niks. En dan, niet zo, maar nee. ik vind het echt leuk om iemand beter te leren kennen. Um, Omdat dan bepaalde dingen vrijkomen. Ja, en vaak okay. is het dan ook beter als je ja. daarna ook samen... Seks. Ja. Juist. <laughs> Als je dan je daarna ver... samen... Ik wil je, je laten weten waar je bent. Als je dan samen... Hè? Ja. Ooit was het mijn werk hè? om op tv ja. over ja. seks te praten. je hebt zelfs uh, zo een show spuiten en slikken georganiseerd. Een tijdje geleden merk ik. Beetje, <laughs> een beetje stroef. Maar dat is dit niet, by the way. Een beetje verleerd. Dat is dit niet, maar inderdaad, seks. Ja. ja. <laughs> Seksuele S relaties, inderdaad. ja. Inderdaad. Um, helemaal mijn punt kwijt. Nee. Um, ja. ja. Wat ik niet. Wat ik in elk geval nu niet tof vind. Misschien komt dat nog of misschien niet meer. Maar ik vind niet. Uh, want ik zit wel op dating-apps. Doe ik zo. Dat is dan dat swipen. Oké. Okay. Uh, maar ik vind die. Ik vind het zo saai eigenlijk. Zo van. Uh, dit is al er mist oh. een, een, een groot iets. Hè? Um, het is een. Um. En weet je wat ik leuk vind? Ik vind het. In plaats van zeg maar een one night stand of zo te hebben, meteen of snel of zo. Uh, wat ik in het verleden, uh, ik ben nooit heel one night stand achter geweest, maar in het verleden had ik wel minder, minder drempel daarop, zeg maar. Dus ja. Minder erg of zo. Dat deed je wel eens als ik op vakantie was of al die dingen. Ja. Nu vind ik het veel leuker om uh, tegenover iemand te zitten en, en echt te denken. Uh -huh. En te kijken van vind ik dit een leuk iemand, wat voel ik? Ja. En om een, be een beetje er naartoe te werken. I get you, I get you. Maar dat is een leeftijdding ook. Klopt. Uh, is een leeftijdding, maar ook. Uh, je hebt niet heel veel relaties. Maar je hebt heel veel connecties gehad. Laat me het zo noemen. Want bij mij is het weer helemaal. Ik heb niet heel veel relaties gehad. Ik heb heel veel momenten en situationships gehad met. Situationships? Uh, ja, met, <laughs> uh, met, uh, met vrouwen. Uh, uh, maar, maar daardoor juist. En daarom haal ik het te, uh, tevoorschijn. Uh, want daarom juist heb ik misschien behoefte aan. Hey, hoe zou het zijn om eindelijk eens een keer als een, een man een relatie een aan te gaan? Een, ja, een grote mensenrelatie. Ja, grote mensenrelatie. Dus dat, maar ook leeftijdding. Want je kan niet. Wat ga je doen? In de club staan? Wanneer het weer kan in de club staan en chansen? Of bij, wat mensen doen bij aan de bar en hé, hey, wil je wat drinken. Ik weet niet eens hoe dat werkt. <laughs> Dus, Waarom oh, weet je die ben, ben, heb je nooit gedaan ben, of je bent ja. verleerd tijdens corona? Nee, maar dat is. Um, ik ben creatiever dan dat, kom op. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, ik ben creatiever dan dat. Nee, ik, ik kan je versieren in de vliegtuig, uh, in de supermarkt, uh, tijdens <laughs> een interview. Nergens nee, is uh, het. kan <laughs> overal. Kan overal okay. Ja, maar zo aan de bar en bij de club en dat soort dingen, nee, is nooit mijn ding geweest, man. Maar ik denk het heeft met heel veel dingen te maken, maar leeftijd zit er ook in. Ook een beetje. En ik sta op één lijn met jou wat betreft van. One night stands en zo, prima, maar er. Het moet iets meer hebben. Het moet body ja, hebben. Ook omdat... Ik vind ook... En, dus ik ben nu... Ik word 39 in de zomer. Ja. En ik weet niet... Ik weet niet hoe dat voor jou was, maar... In je twintiger jaren als vrouw... Ja. Als je ook wat dingen probeert... Soms is die seks ook gewoon zo slecht. Klopt. Omdat je kent elkaar niet zo goed of... Je kent elkaar een beetje. Ik heb gewoon ook niet zoveel zin in slechte seks. Ik had dat al heel vroeg, wat jij hier zegt. Drop by the way, zit ik nu te denken. Oh ja? En dat was begin jaren twintig. Er was een, een dame die ik al heel lang loerde. En op een dag. Oh, dit was. Nu gaat mijn verhaal krom, want dit was wel in de discotheek. Oh, maar dit was nog bij. Uh, 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 in de garderobe daar, voordat we naar binnen gingen. In de challenge. Nou, geen challenge, maar een soort van, uh, <laughs> soortgelijke uh, discotheek. En ik was aan en ik zag haar bij de, uh, bij de jassen daar ergens. En ik. Zij stam next level dingen naar oren oor. En ik kreeg haar mee. En ik bracht haar naar mijn huis. En ik deed alles wat ik altijd had gedacht. Dat ik met haar zou doen. Op de dag dat ik haar zou vangen. En ik kreeg zo'n leeg gevoel. Echt waar? Ja. En volgens mij was dat het moment. Ik denk dat ik 21, 22, 23 was of zo. En volgens mij was dat het moment. Dat ik al klaar was eigenlijk. Met dat, met, met dat met, spelletje? Met, met dat spelletje met, uh, met die Libby. Hmm. Niet dat ik ermee ben gestopt. <laughs> maar, ja. maar, mentaal. maar mentaal was ik er klaar mee. Wat het dus leger heeft gemaakt. Ja, ja, ja. Uh, dus jij laat me opeens dat beseffen. Hey. En als je zegt, want jij zegt van ik ben eigenlijk nu klaar voor een, uh, echt voor een relatie. Ik zou het ook even. Dat heb ik niet dat gezegd. Je, wel, maar da daar komt het wel op neer. Een relatie, het is een, rege... een beetje hoe jij reageert op seks. Dat heb ik met <laughs> relaties dus. Dat ik <laughs> het een strot niet uit <laughs> ja. Maar dat is het inderdaad. <laughs> ja. Dat is het wel. Moet ik wel toegeven, inderdaad. <laughs> maar wat denk je hebt. Super veel vrouwen ontmoet in je leven. En hoe komt het dat je dan. Ook iets wat ik niet heb gezegd. Nee, maar, maar dat klopt wel. Dat ja, ja, toch? Ja. 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 Ik zweet, hè? Ja. Dit is Gilly's Love Line. <laughs> Gelukkig heb We tegenwoordig hebben een budget. Ik heb hier nog zo vet. <laughs> Anders zou ik gewoon ermee moeten zitten, hè? Maar hoe komt het dat je dan niet zoveel relaties of, of weinig? Dat gevoel. Dus, dit is wat ik relatie noem. Mama, kijk hier, vriendin. Oh ja. Twee keer maar. Twee keer? Ja. Aan je moeder voorgesteld. Ja, en die tweede was eigenlijk zomaar. Oh, is niet leuk om te zeggen. Maar uh, die eerste is wat telt voor mij, laat me het zo zeggen. Oh ja. Die eerste telde echt. Is nog steeds waar ik. Uh, ja, die eerste telt voor mij. Is het nog steeds waar je? Uh, die tweede was eigenlijk. Uh, nee, is niet leuk om te zeggen, dus wil ik dat niet zeggen. Maar die eerste was the one. Die eerste, was nog steeds dat ik zeg van ai. En is er nog steeds de one voor je een beetje? Die, nee 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 nee. Oh dat oh, niet. Oh oké. Okay. Nee nee nee. Oh oké, okay. was gewoon nieuwsgierig. Dat nee nee, dat is niet het verhaal. Mm. Uh, maar het verhaal begon want je bent heel goed ik ben vergeten natuurlijk dat ja. je ook hebt uh, ja, geïnterviewd nee, natuurlijk. Nee, ik Dat is cool school. De school, okay. de school. I love it. I love it. Okay. Want zo ontstaat er een gesprek. Waar? Wow. Rewind jouw liefdesstatus. Oh, ja. Je zei ik was single. En, maar je was zo mooi aan het uitleggen ja. hoe je dat ervaarde. en waar je nu staat. Dat je dus op Tinder bent en shit. Dat, iets wat ik nooit heb gedaan. Nee, ik ben niet op Tinder. Ik ben op. Nee, ik zei Tinder. Ja, maar maar op, een, op, op een of ik andere Ik ben op Bumble. Dat is eentje ja. waar je als vrouw de eerste stap moet zetten. Oh ja? Ja. Is ook uh, bedacht door een vrouw ook. En super populair. Ah, daarom. En ik, ja, en ik ben op Happen. En dat is eentje waar je, uh, waar je gewoon als je een match hebt kunnen mensen elkaar spreken. Oké, okay, want ja. kijk, ik heb geen verstand van die dingen, maar iemand heeft me een keer uitgelegd net hoe jij dat doet. Er zit wel een soort uh, idee erachter, altijd. Ja, ja. Als in, uh, Je krijgt niet zomaar een bericht. Of wat jij hier zegt, initiatief moet komen van de vrouw. Ja. Hoe vind ik een goede? Ja. Hoe heet dat? bamble, nee, dus ja, ja, je moet erop. Ja, moet, ik, moet erop. ik doen? Ja, moet je erop. Heb je, heb je goede ervaring ermee dan? <laughs> geen slechte ervaring. Oké. Okay. Maar via dat happen heb ik een keer dus iemand ontmoet. De, die, okay. die man die ik had ontmoet. Of wie je weer verliefd werd. Ja, ja. ja, ja. dat was ja, echt via zo'n dating verliefd. app. Ja. Word je snel verliefd? Nee. nee. Nou, soms denk ik, ik kan wel even dat ik een soort een week of zo of twee weken even in een soort fever ben van iemand. Infatuation. Even en dan denk in jij soort, dat je ja. verliefd bent. Ja, maar niet zo snel echt. Maar op deze dude was je wel verliefd? Ja. Oké, okay. via happen. Ja, via happen. Heppende dat al. Ja, daarmee het ook zo. Het dat ook al. Tijdens, uh, voordat jullie elkaar hadden ontmoet, dat je zei van hey, interessante dude. Ja. Dat was altijd. Kijk, dat, eigenlijk is het ook een soort kunst, hè? Dus dat je ja. op, op die. Je hebt dan zo'n chatfunctie, je liked elkaar aan, heb je chatfunctie. Ja. En um, je moet ook een bepaalde soort skills hebben om daar al heel leuk of grappig op te zijn. Maar dat was ja. wel zo. Toen gingen we afspreken. En toen was het eigenlijk heel leuk. Echt waar? Ja. ja. Didn't work out, though. We zijn wel een tijdje samen geweest nog? Hoe lang? Een jaar of zoiets? Oh, voor mij is dat een succesverhaal. Uh, überhaupt, maar dan via, wat ik met zo'n vooroordelen doe, dan via zo'n app. Ja, ja, ja. Okay. Nee, maar er zijn, zijn superveel succes, hè? Ja, ja ja. App. ja, ja. Zo'n ja. Oké. Okay. Ja, een jaar nog wel, ja. Maar we past echt totaal niet, Toch niet. bij elkaar. Totaal niet. En na een, na een jaar kwam je daarachter? Nou, ik kwam er al eerder achter, Oh, maar maar je als je, deed, iemand, heel leuk vindt, je, maar als je iemand heel leuk vindt. En ik kijk, weet je wat het was? En dit denk ik gebeurt. Ik denk dat veel vrouwen dit wel herkennen. Ja. Dus. Um, ik was uit elkaar met de vader van mijn dochter. Toen was ik een tijdje alleen. Dat wilde ik ook. Moest bijkomen van van alles en ja, nog wat. En meestal. Als je dan. Stel je voor je hebt iets meegemaakt. En je ja. ontmoet daarna iemand. Die precies het tegenovergestelde is ja. van je ex. Dan zegt je. Je hersenen Hersen. zeggen. Beter, goed idee. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Dus heel anders. En, ik, en ik, ik, ik vond hem heel leuk. En de vader van jouw kind, paste die wel bij jou? Um, wat een goede vraag. Mijn neiging is om te zeggen ja. Maar we zijn niet meer samen, dus de realiteit is nee. Ja, maar er is een groot verschil tussen, uh, uh, daar ga ik het zo meteen met je nog over hebben, over mm -hmm. liefde, hoe jij dat dag, Dus met de persoon van. Oh, ik vind dit leuk. Mm -hmm. En dan gaan we hier naartoe. En dan ziet het zo eruit. Mm -hmm. en, maar dan heb je nog bam, realiteit. Yeah, snap je. Die anders bepaalt. Nope, yeah. Dus real life. Dingen die gebeuren. En als je daar ergens de waarheid kan vinden, dan denk je good. Maakt niet uit als het nou kapot gaat of niet. Maar ik bedoel, je good with yourself. Ja, yeah, ik snap je. Toch? Ja, ja. Nee, als je het zo bekijkt. Dus als we dat loslaten, paste ja. hij bij je? Ja, de vader van mijn dochter paste. Ik zeg er wel even bij op papier, dus. Ja, op papier, ja. ja paste heel goed bij mij. En, en die andere keel paste niet bij je, maar hij was de tegenovergestelde. Dus op dat moment hij hij was hij was... fit volgens jou. Nou, en hij was heel lief. Hij was lief? Ja, en dat, ik vind dat ook belangrijk. Was hij oprecht lief? Achteraf? Ja. Oké. Ja. Okay. ja. ja. <laughs> nee. Punt. <laughs> <laughs> ja. Maar oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, hij was heel lief. En, um... Maar jij zei stellig, we waren zo verschillend. Wat was zo verschillend? Alles, echt alles. Echt hoe je naar de wereld kijkt. Uh... Belangrijk. Wat je, ja, wat je belangrijk vindt, hoe je omgaat met dingen. En in het begin kan dat kan ook interessant zijn. Um... Maar het wordt ook super vermoeiend. Ja. Want dan is het. Dus ik spreek de hele tijd Japans, jij antwoordt de hele tijd Chinees. Ja. ja. Gegeven men dan. Uh, nee, dan. Uh, nee, het was echt zo ver uit elkaar. Maar het was zo ver uit elkaar en het was een heel lief iemand. En het was ook gezellig dat ik dacht, je moet ook dingen een kans geven. Maar het zat hem vooral in heel erg verschillend denken over dingen. Over, over Oké, okay, waardoor je zelf iets, kon lukken. Iets. Nee, ik neem aan dat jullie een gesprek aankaarten, uh, actueel. En uh, nee, ik wil niet dingen noemen, want nee, ik, ik, nee. Ik, 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 <laughs> ik ben ook van de Issues, World Issues. En daar is deze show niet voor en dan gaat het helemaal krom. Ja. Laten la, we, we zo zeggen: je hebt het over Palestina. Oké, okay. goed onderwerp. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. En hij vindt dit. Nee, hij en jij vindt dat. Ja, ja. Ja, dat gaat niet werken. Nou, het, het kan wel werken. Nee, want het maar het is... ligt een beetje aan de issue. Want ik denk, als je alles hetzelfde vindt, is ook saai, denk ik. Nee, klopt. Um, maar dat is wel... Nee, oké. Okay. Ja. Klopt. Maar, uh, nee, echt heel verschillend. En, ik, en ook, ik zag het ook nooit op een manier samenkomen dat ik dacht van... En weet je wat het ook is? En dat heeft bijvoorbeeld ook veel met mijn datinggame game veranderd. Dat, um, de dating game. De dating game. Ik <laughs> ook daarbij. Ik heb natuurlijk een dochter. Ja. Yeah. En um, mijn idee, ik weet niet of het zo is, maar zo zit het in elk geval in mijn gevoel. Misschien is dat ook een grote beperking, maar mijn idee is: van um, iemand die met mij gaat daten en die, met wie ik een relatie krijg, wordt ook onderdeel van mijn dochters leven. Oké. Okay. Toch? Want mijn dochter en ik horen ook Als wel. Als je dat haar. wilt, ja. Ja, maar ik kan me niet, dus daten is misschien anders mijn relatie, toch? Mag ik onderbreken? Ja? Alleen om jou te helpen denken? Door te delen hoe ik dat zie en ook uit ervaring. Heb je ook kinderen? Ik heb geen kinderen. Heb je een uh, en kind? En misschien juist daar. Wat zeg je? Heb je helemaal uh, ik hier één kind? Als ik geen kinderen heb, oh. heb ik er ook oh, nul. niet één. Oh, okay. nee, nul. Ik dacht misschien, ik heb nee. geen kinderen, <laughs> nee. maar ik heb wel een kind. Uh, niet okay. die ik herken tenminste. Oh, Oké. Okay. Maar check. <laughs> <Leuk>. <laughs> I'm joking. Uh, ik heb natuurlijk uh, vrouwen ook meegemaakt met kinderen. Mm -hmm. En wat ik daaruit heb gezien, en de conclusie heb getrokken van, luister, beter vind ik hè. Een gedachte is logisch natuurlijk, want je denkt verder, hé zal die vallen. Mm -hmm. Maar ga eerst kijken wat staat met jullie en met hem. Ja, daar ben ik wel met je Eerst, eerst ja. daar checken, wat staat met dit. Is Duurlijk. dit liefde, is dat dat? Ja. En hou je ineens bezig met dat, want eerst is dit de fase. Ja, maar weet je En dan wat? komt die ergens. Nee, want weet je wat dan gebeurt? Misschien bereiken jullie dat punt niet eens. Klopt. En dan heb je zomaar dat ruimte, je hebt het al druk in je hoofd. En dan, en dan heb je zomaar daar ja. energie aan besteed. Dat is wat ik nu deel. Waarom? Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Uh, she, Gillies Love Line. Eerlijk, dus daar moet ik het ook zijn. Ik ging een keer met een chick en die had dus kinderen. Mm -hmm. Nee, die had een kind. Uh, ik moet even kijken of ik welke het heb. <laughs> maar die had een kind. Wat gebeurde er nou? Het kind bleef, was best wel, uh, hoe noem je dat? Gesteld op mij. Mm -hmm. En ik vond dat kind ook best wel aardig. Mm -hmm. En hielp ook met dingen. En dat is niet iets wat ik doe. Het is buiten mijn regels. Is dat, zijn bu is dat buiten je regels? Buiten... Daar moeten we straks nee, even over praten. Uh, ja, nee, maar weet je waarom? Om wat ik zeg. Om dat, om dat kind. is dat je toch? Maar het liep zo, het viel zo, het ging. En op dat, dat moment, dan stopt iets. En dan denk ik, zie je? Wat we hadden nooit moeten doen. Ja, en ik je? wist het. Ik snap je. Ik snap wat je. We hadden het nooit moeten doen. Nee, want ik denk dan aan dat kind. Ik weet niet wat die chick hierna gaat doen. Eh... Uh, maar lijkt me niet boem. Nee, maar, maar dit, is dus, dit, vind, dit is dus een moeilijk ding, vind ik. Dus oké, okay, even voor je, voor je idee, Ja. Yeah. Dus vader van mijn dochter en ik zijn uit elkaar. Ja. Yeah. We hebben goede co-ouderschapsomgang. Dus, oké. Okay. En echt goed. Hij is een fantastische vader. Hij heeft ook een nieuwe vriendin. Zij is ook een fantastisch iemand. Daar ja, heb je ook geluk mee. Ja, zeker. Ik so. ben ook heel dankbaar okay, daarvoor. Oké, dope. Dus je, in geen miljoen jaar ga ik ooit iets vervelends geen. Ik ben alleen maar yeah. dankbaar. Oké. Okay. Dus je moet je voorstellen, wij hebben één verjaardag meegemaakt. Mm. En ik was heel trots erop. Een verjaardag van mijn dochter. Ja. Um, met alle families. Dus de familie van de vader van mijn dochter. Ja. De familie van zijn vriendin. Ja. Mijn familie en al onze vrienden. Maar ook die liefde die ik nog had na de vader van mijn dochter. Ook zijn familie. Joh. In mijn wereld, mm -hmm. dat was de best. Ik zou Blended. Niet zeggen, ja, de best ever. Ja. En wat jij zegt, ik snap, ik snap je regels wel, maar ik denk dat het andersom ook niet kan. Stel je voor, je hebt een relatie met een geweldige iemand, ja. al een jaar of zo, of twee ja. jaar, en dan, ik weet het niet. Nee, weet je wat ik bedoel? Kijk dit. Jij moet aanvoelen in welke fase ik van mijn leven ben. Ik De vrouw moet aanvoelen. De vrouw moet ook aanvoelen. Of jij daar klaar voor bent? Nee, dus, je moet, jij moet, dus ik kan heel veel zeggen. Ik wil indruk op jou maken, toch? Ik kan heel veel zeggen, heel veel doen. Jij moet door al de bullshit heen filteren. En denken: van... in welke fase is deze kill echt? Is dat weer toch? En, da en dan denken: van, you know what? Ik zie dat ik die berekeningen nog niet kan maken. Laat me even kijken wat zat met ons. Ja, dat snap ik. Dat is ook zo. Dus dat het is, is wat zo, ik bedoel. Het is niet zo bij dating. Nee, van... nee, maar jij neemt. En logisch, maar ik zeg: doe het niet. Het is logisch. Jij neemt vanaf het begin mee: ja, ik zeker. heb een meisje. En nu zit ik hier met Gilly. En het zal Gilly. Maar je geeft geen ruimte voor ons. Ja, en dat is ja, ja. de volgende fase. Dan heb je gezien: hey, ik heb dit gezien in Gilly. Ik heb Gilly praat wat hij praat. Leuk allemaal. Dit is mijn berekening. Maar weet je wat? Oké, okay, ik snap je helemaal. Ik vind ook dat je gelijk hebt. Okay. En, kijk, ik denk dat het wel uitmaakt. Wil je nog meer kinderen als vrouw? Dat maakt heel veel uit. Snap je wat ik bedoel? Dat maakt ook uit, ja, vind ja. ik. Maar want, waarom? Want als het antwoord nee okay, is... hetzelfde dus, voorbeeld. Hetzelfde ja. voorbeeld, ja. Dus ik zeg maar wat. Uh, Oké. Okay. Jij neemt het voorbeeld van, uh, oké, okay, dus wij zijn op een date. Ik zeg maar iets. Ja, ga maar door. Uh, mm -hmm. We gaan gewoon <laughs> ja. door. Dit is, dit is een getaway. Oh, Shit, je bent op. <laughs> okay, we herbruiken, want budget <laughs> is op. Oh, je Ai. had net budget, met z'n okay. <laughs> is op. Het Ik denk dat het uitmaakt... Um, als wij op die date zijn en... Het eerste date, eerste date. Oh, nee, niet eerste date. Stel je date een tijdje. Juist, oké. Okay. Moet niet bij een eerste date, want dat dan heeft dat helemaal denken mag, ik je mag even... gewoon eerlijk zijn. Je moet ja, niet ja, schamen ja. dat je denkt: eh, eerste nee. date ben ik al nee, nee, met nee. Babycard van." Hey. Nee. <laughs> nee. Okay. nee. Nee, 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 dat is niet gezellig. Net zoals Juist, toch, juist, nee. juist, juist. That's no fun. Maar stel dat je nog meer kinderen wil. Ja. Ik denk daar soms over na. Wil ik nog meer kinderen? Mm -hmm. Soms heb ik dagelijks denk ik: "Ja, andere dagen denk ik: "Oh, ik ben eigenlijk wel oké." Okay. Dus ik weet het ook niet precies. Ja. Maar de meeste vrouwen zijn toch aan het kijken als je nog kinderen wil van: "Denk je dat dat iemand is, hoeft niet bij de eerste date, maar als je een tijdje met elkaar omgaat. Ja, ja. In, de, in het systeem dat jij voorstelt, ik noem het even systeem, Jawel. kan je dus vier, vijf, zes, zeven keer met iemand daten en dan pas heel laat ontdekken van, het is eigenlijk geen, geen uh, goede match met mijn kind of met mijn kinderdroom of wens. Maar, en, maar voor vrouwen is het zo, je hebt natuurlijk maar beperkte tijd. Snap je? I get it. Dus, dus het, ik denk dat het niet... Niet op een eerste date, daar heb ik het niet over. Maar als ik bijvoorbeeld iemand ontmoet die echt in een heel andere levensfase zit, dat is ja. ook wel eens gebeurd, dan denk ik nee. Dat is wat ik bedoel. Ja, dan denk ik nee. En, en daar moet je toch achter komen. Want ook ik heb het net over mannen, maar ook vrouwen. Vergis je niet. Ik heb het over mannen en hun praatjes en daar moet je doorheen kijken. Maar ook vrouwen, de voorstelling die vrouwen geven, die, 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 die vertegenwoordigen die ze laten zien. Oh ja? Want, nee ik zoek in een man kijk ik ben niet zo hoor sommige vrouwen zijn helemaal chippy maar ik wel namorot chippy maid oh ja gebeurt ja, dat hè ja als jij voor een date zit bij je zit je daar ook toch met je beste versie jij bent daar ook niet gelijk uh... weet je wat het ding is kijk je je zou een soort mee moeten ik kijken ik zie jou met mij op mijn date ja Arki. ja klusser en jij zit zo en ik zie dit dit ben jij toch dit ja, ben jij. Als hoe we nu zitten. Ja, als ja. we nu zitten. En ik zie jou praten en ik zie jou vertellen wat je doet. Dan kom ik erachter ambitieus. Ik zie jou uh, uh, praten over... Ik heb een kind, leuk mensen Oké, okay. ik heb dit en dit meegemaakt met de ex. En nu ben ik hier. Maar dat is niet alles van Sarayda wat ik nee, echt moet weten. Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Maar dus dat ik, wil ik graag zien. Ja, dat snap ik. Maar ik, ik. maar ik weet het niet. Misschien dat er mensen nu meteen mailen van... Yo, you're lying. Maar <laughs> misschien. maar Ik probeer wel... Maar dat is ook ik, 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 wee, ik probeer wee, wee, gewoon. Ah, ja. ik, 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 probeer even te... ik ga niet. Ik zeg niet iets wat niet waar is. Nee, 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 nee. Echt niet. Dat ik, okay. Want dat kan alleen maar slecht af. Maar misschien, dat... ik, ik heb best wel een. Maar ik snap wel wat je bedoelt ik, met ik, de tegenwoordiger. Ik, ik, want... ik heb een hele andere flow natuurlijk, dat is ook belangrijk. Want jij praat over daten, ik zie dat al. Daten, daten. daarmee bedoel je gewoon seks hebben, toch? Nee, daten, niet bedoel ik, speciaal. daten bedoel ik gewoon afspreken. Afspreken? Die... Ah, zo schattig. <laughs> Hé, hey, liever spreken je niet met mij af, hoor. Want als je zes keer met mij afspreekt, <laughs> hebben we twaalf keer seks gehad. Dat kan ik je wel vertellen. Doe je niet aan afspreken en. Niemand heeft. Luister, de chemie die, on, die, de chemie die ontstaat, daar ga ik van Doe uit. je nooit aan. Ik kan. Ik... Luister, nu ik... we zijn op een missie, hè? <laughs> Als we afspreken, als jij mij belt, zou kun we kunnen afspreken, zeg je yeah. ja. En jij hebt misschien dat idee, maar ik heb dit idee. Ik denk, ik wil je verwennen. En je gaat verwend worden. En als dat niet gebeurt, is er geen date geweest? Nee, het dat, 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 dat komt niet eens voor in dit gesprek. Dat je niet bent nooit op een date geweest. Dan valt geweest. het dan valt dus, je hebt, je hebt dus date, wordt er genaaid. Je hebt uh, een meeting, wordt er genaid. Oh en en zo'n en, en zo ding waar niet gebeurt... <laughs> Wat Hoe noem je dat? <laughs> Bestaat het? Nee ja, ik ben een beetje leuk aan het doen. Maar even zo de grap, on the real. Uh, ja toch, je ontmoet met elkaar en als het klikt, dan is het toch vis of niet? Waarom zou je doen alsof? Vooral, je, we zijn ouder. You nobody got time. Nee, we zijn zeker ouder, dus je hoeft niet... zijn grown-ups. Yes, first, maar... Je hoeft toch niet meteen. Hoeft niet, maar kan ook wel. <laughs> dus dat, dat meer een beetje. Oh hoeft niet, God. maar kan ook wel. Ik moet echt op. Ja? Waar is je online cursus hierover? Ik uh, moet, la, 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 ik la, moet la, even. Businesswoman, <laughs> zie je dat ze gaat dan? Gaan we zo het erover hebben. <laughs> ik moet op online cursus. Maar, oh nee, maar, maar onderdeel. zonder grapjes, ja, ze rijden. Dus stel je voor, wij gaan op een date en het klikt. We gaan dan. Het, dan... het is gezellig alles. Ja. Nee, even. Ja, ja, ja. Het is gezellig ja. alles. Het is echt van. En, en je wordt een beetje vochtig. Of het jeukt een beetje. Ga jij dan zeggen. Nee man, niet eerste date man. Je wordt volwassen toch? Je zegt je wordt bijna een bepaalde leeftijd. Is het niet dat je gewoon zegt, hey, shit." Ja man. Nee. Nee? Oké. Okay. Ja, okay, maar okay. niet. Het is niet raar hoor. maar nou. Het is niet raar hoor. Nee, het nee, okay. nou, is, <laughs> nee, is, nee, is niet raar wat jij zegt. Nee, absoluut niet. Nee, maar. En, maar je, maar bent, je een bent een volwassen vrouw. Ja, je maar, zegt, dit ik, is leuk. Ik word een beetje kraasje van deze dude. Ja, maar ik vind het leuker. Ja. Nu gaat nooit iemand, iemand die deze show nog kijkt, gaan nog daten met mij. Oké, okay, fijn. Ik Echt vind niet. het dus veel. Wait, wait, wait. <laughs> ik juist als er veel spanning is, ik vind het bijna zonde om meteen. Oh, dat begrijp ik wel. Ik begrijp dat, dat, begrijp ik, ik vind wel. Het is leuker hoor. als het meer opbouwt. Ja. Maar dus, dus ik heb bijna nooit seks op de eerste date. Ja, maar nu lijkt het alsof ik dat altijd heb. Is ook niet waar, maar wel vaak. En, en dat is niet iets om trots op te zijn, maar en, I just go with the energy. And ik heb het ook gehad met vrouwen die dan, maar dat zeggen ze, dat zeggen ze... Ik doe dit normaal nooit. Ik zeg, ja, nee, vandaag wel. Vissat, hoor. In Mijn hele leven flitst aan me voorbij nu. Echt waar? Ja, ik, ja. Maar het is niet uit een soort van, uh, ik, ik moet iets laten zien wat ik niet nee, ben. Nee, helemaal maar niet. Maar het is, het, het, het is, is echt van, hé, hey, het is toch gezellig? Ja. Dat, dat ga ik zeggen, Sarayda, het is toch gezellig? Ja. Uh, ik vind het zonde dat het zo snel. En oké, okay, maar nee, al die vrouwen. Een dimensie, vooral voor jou, hè? Vooral voor jou die dat niet gewend is. Ik denk dat er voor jou een bepaalde dimensie zal zijn. In, 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 want jij beleeft dat niet zo. En nu heb je een dude tegenover je, een, een warme Surinamer. <laughs> en, 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 en voor je zegt, ik ga in iets mee. En wie weet wat daaruit komt, hè? Nee. Want ik vind het juist fout. Dat gedachte van, ja, one night stand en daar kan. Denk je dat Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. En vooral spreek... in zo'n grown-up shit. Niemand heeft tijd, Sarijnen. oh Omai. Maar waarom moet het zo snel? Leg of me niet, uit. hoeft niet, nee, nee, niet? Nee, nee, nee. Maar in, wat je, je zegt, niemand heeft tijd. Wa, wa, wat, wat verlies je dan? Welke wat gaat er verloren ja. als dat niet. Je, je kan het ook, ik ga met je mee. Je kan het ook niet doen. Ja? Nog niet. Nog niet, kan ook, ja. Ik kan misschien ook spanning van, oeh, we kijken ernaar uit. Maar je kan het ook wel doen. <laughs> Wat gaat verloren als je het wel doet? Misschien groeit er juist iets. Vanaf dag één, pauw, heb ik ook meegemaakt. Ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Een keer, een keer ik heb een keer. Uh, bedoeling, uh, Ik heb een, een, een uit de hand gelopen one-night stand. En die, die, die bleef nog twee jaar hangen. Mijn god, <laughs> dat is niet de bedoeling. <laughs> Maar dat was, die, dat was dus die tweede waar ik het over had. Ja, dat zie je. Dat was die tweede ja, relatie waar uit. ik het over had. Ja, nee. Ja, nee, dus, nee, dus ik, nee. nee ja? Maar dat heeft te maken met dit gaat een beetje saai klinken. Maar het is gewoon wel echt waar. Ja. Dit gaat saai klinken. Maar, en dat is echt niks nee, is ten nadele van mensen die het anders zien. Nee, ik ben daar wel te trots voor geworden. Ik ben daar iets te okay. trots voor. Snap je wat ik bedoel? Ja. Iets te trots. Niet omdat ik denk ik ben al maar ik ben daar wel iets van trots Nee, aan nee, I get it. Maar ik, ik zeg je één ding. Uh, dat betekent niet dat jij immuun bent voor die shit wat ik hier opschrijf. Nee, op schrijf. natuurlijk niet. niet. Met de juiste... Dus met de juiste doet bedoel ik niet... Speciaal dat het aan die doet ligt, maar aan die chemie, aan jou. En vooral na dit gesprek. Jij gaat een dag krijgen dat je gaat denken... Nee, Ik heb die dagen wel eens gehad, maar toen was ik jongen. Ik had laatst met mijn nicht een goed gesprek over. Zij is al heel lang getrouwd, dus ik had haar verteld... ik had uh, Oh ja, ik heb wel tijdens de corona een date gehad. Oh, ja, ik had een date gehad met een heel oh, leuke. Oh, je het, hè? Ja, <laughs> maar leuk voor hem? Nee, 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 hartstikke leuk iemand. Maar ik had een leuke date gehad. Ja. Um, zo, de, de avondklok, zo, na de avond, zo dat, zo. Oh, okay. Spannend. Ja. En toen, uh, dat was ook heel nice. Maar ook geen seks op de eerste date. Toen zei mijn nicht nog: waarom niet? Zo, voor mij is het leuk. Dus dateen. ik ben niet alleen. <laughs> nee. Dus ik ben niet alleen erin. Nee, 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 nee. Maar zij is al heel lang getrouwd. Ze zegt, man. Oh ja. Zeg, voor mij werkt dat niet. Uh, uh. Maar niet uit een soort moreel, niet nee, nee, uit nee, een nee, soort... I get it. nee, dat is, dat is goed ja. dat je dat weet dat het voor jou ja. niet gaat werken. Dus als je het zou doen en je hebt geen fel, uh, fijn gevoel achteraf. Nee, ik vind nee. het gewoon zond. Dus mijn ervaring is ja. dat de seks beter wordt als ze iets langer wachten. En ik vind het ook niet erg als iemand zegt van, oh dan werkt het. Dus wat jij zei, we hebben verschillende definities van daten. <racht> Date is voor jou seks, date is voor mij dus echt iemand ontmoeten? Nee, 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 ik, nee, ik moet het beter zeggen. Want daten, maar is oké okay, hè? Nee, 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 ik moet het beter zeggen. Want als Amerikanen praten over daten, hebben ze het over er wordt genaaid. Dus als, als een vrouw zegt, deed ah, dated a guy in, dat wordt dan, nou man. Maar hier is het dus overgenomen, dat woord daten. Hier is het dan wat anders. Maar in Amerika, als ze zeggen daten, dat betekent dat er seks heeft plaatsgevonden. En dat betekent dus niet dat je op een date ging? Nee, precies, dat bedoelen ze niet. <laughs> Dat bedoelen okay. ze niet in Amerika. Maar dat de guy. En misschien zijn ze nog nooit op, de op date gegaan. Maar, is het alleen maar er, er is gegeten, maar niet helemaal altijd. <laughs> oké. Okay. Maar hier, daarom, ik moest het even begrijpen. Daar, wanneer een vrouw zegt daten, kan ik nooit zo goed peilen. Oh ja, oh nee. Wat zegt ze eigenlijk? Of oh. sterker nog, wat zegt ze eigenlijk niet? Oh ja, oké. Okay. Is het duidelijk? Ik denk dat het duidelijk is. Okay. Wij moeten op een date. <laughs> <laughs> nee, maar check. Wat is er rij date? Vader hm. uh, van je kind. Paste bij je. Mm -hmm. uh, uh, meer qua persoonlijkheid. Mm -hmm. uh, achteraf, dus als je dat loslaat, wat even is gebeurd. Daarna een ander doet, het totaal niet bij je, maar ging met hem juist om dat. Nee, ik ging niet. Nee, 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 nee. Ik ging niet met hem om dat, maar hij was heel anders. Ja. Hij was, was heel lief voor mij. En hij was tegenovergestelde. En soms heb je dat, dat soort psychologisch iets, dat, dat je, omdat je iets nieuws wil beleven ja. of iets anders, ja. dat je. Um, Helemaal de andere kant op schiet qua karakter. En dat was zo. Oké. Dan ben ik bedoel? Dus niet van. Oh, hij is anders dus. Nee, nee, nee. Ja, hij was heel lief. It. En hij was. We waren heel verschillend. En normaal zou ik denken: nee, te verschillend. Maar ik dacht: laten we het toch proberen. Ja. Yeah. Want je weet het nooit. Doe dat. Oké. Okay. Nee, maar dat vind ik. Uh, I like when you act on things. Dan, dan veilig zijn. Mm -hmm. Veilig zijn in liefde is. Kijk, je, je, je klinkt als iemand die best wel uh, berekenend is in de liefde, toch? Best wel. Weet je? je weet wat berekend. je wil, wat je niet wil. Je weet oh, wat zo. je wilt, ja. wat je niet wil. Vooral als je je ervaringen meeneemt, zeggen dat wil ik niet meer. Mm -hmm. Maar wat heeft het je opgeleverd? Dat, dat veilige. Ik, dat is misschien iets, iets om over na te denken. Maar welk veilige? Dus uh, je hebt een bepaald beeld. En, en die wordt steeds bijgedraaid mm -hmm. naarmate je iets meemaakt, toch? Mm -hmm. Maar ik, ik nam zo'n simpel oppervlakkig voorbeeld als in uh, uh, seks op de eerste date. Maar ik bedoel, wat meer van: oké, okay, let everything go wat ik denk. Ik weet wat heartbreak is. Mm -hmm. Ik weet wat het is om uh, een gloeiend hart te hebben, een warm hart in de liefde. Ik weet dat alles. Mm -hmm. Wat kan er nog gebeuren? Mm. Oh ja, ik snap je. Nee, dus ja, wat ja, vind je van je. dat concept? Ik vind het een supermooi concept. Ja? Is dat iets? ja, ik vind het mooi, ik weet niet. Probeer met je mee te denken. Hè? Ja, ja, ja. ja. Okay. Coach Kili. Ja, zoiets. Je ziet weer money erin, zie ik. We gaan daar leuk praten. Nee. Dus Businesswoman. Business uh, ja, 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 ik snap het. Ik vind ook dat je gelijk hebt. Ja. Ik, ik, ik voor mezelf is wel. Um... Want ken je jezelf wel? Ik ken mezelf het, super ja? goed. Dus ja, dus op ja. dat gebied. Ja, ja, ja. Want voor ja. mezelf en ik zou me niet fijn ja. mee voelen en. Ja heb je ja. wel eens Let It Go gewoon van? Dus all throughout my twenties. Want dat heb ik uit uh, all throughout oh, my twenties. Oké, oké. Je moet je voorstellen, jullie Dus kijk, ik ben nu een paar jaar moeder. Dat maakt dat ik wel oh, voorzichtig ben. Soort vier. Hoe heet ze? Elea. Hele hele ja mooie naam inderdaad. Ja. ja. Hele he, he, hele uh, uh, ik zei ze heeft karakter, net ja, toen we spraken, Jij ja. zei ze is pittig. Zeg ja, ja, dat ze, is wat ik bedoel. Ja, we zijn echt. Ik als ze ouder was. Ja. En niet mijn kind, waren we waren beste vriendinnen denk ik, maar wel moeilijke beste vriendinnen ja. die soms ruzie hebben Oké. Okay. Ja. Dus we lijken dus, veel op elkaar. En zij was dus. Wow. Zij is bijna vier. Oh ja, bijna vier. Ja, zij. Is bijna vier. Je, vier ja. jaar. Is zij je En ja? ja, Kijk, ze is een meisje. Kijk, je moet je voorstellen, jullie Dus. Dus ik, dus ik word 39. Ja. En dus mijn hele twintiger jaren, dus ik werk in showbiz. Mijn nee. hele twintiger jaren verdien veel geld. Ik mm. reis de wereld rond. Ik ga alleen op vakanties. Ik ging altijd alleen of vakanties. Nog steeds wel, maar. Yeah. Dus ik denk, oh, ik ga naar Miami. Ik ga mijn een eentje naar Miami. Oh, mm. ik ga dit. Ik ga. Ik, ik dans salsa. Ik hou van salsa dansen. Ik kan overal ter wereld. En dan salsa. Ja, maar leven lang al. Okay. Dus ik ga overal ter wereld naartoe gewoon waar ik zin in heb. Snap je wat ik ja, bedoel? Ja, ja. Ik ga naar Duitsland. Ik ga dit. Ik ga dat. Ik ga overal salsa dansen. Gewoon mijn eentje. Mm. Ik, dus, dus ik weet ook hoe dat is. En natuurlijk in die tijd. Ik ging heel vaak naar New York. Dat is mijn lievelingsstad. New York is een fantastische stad. Je gaat gewoon ergens naartoe. Kan een ja. restaurant zijn. Kan een club zijn. Kan een salsa-tentje zijn. Klein groot. Je kan zoveel mensen ontmoeten. Dus ik kom van dat. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ik kom daar vandaan. Ik vind het die, die spontaniteit, die niet yes. weten. Okay. Dus ik kom Dus ik, ik ben niet. Ik ben niet zo van. Uh, alleen nu, ik ben iets ouder. Ja. Ik heb vind je hebt, ja, een ik, ja en ik en het is. Ik ben ook heel blij dat ik die tijd heb gehad. Weet je, Miami al die dingen. Ja. Met je hebt twee keer Miami. Er zijn dingen gebeurd Gezellig. in Miami. Dan weten we dat. Gezellig. Hey DJ Khaled. Uh, niet op die manier. Oké, okay, nee. we gaan verder. <laughs> weet je waarom ik moest nadenken? Waarom? Omdat uh, ik weet niet of je dat ooit hebt gezien, maar voor BNN. Ik deed mee aan een programma dat heette Try Before You Die. Oh, okay, yeah. Try Before You Die is een programma waar je een soort gekke dromen kan laten uitkomen. Ja? Ja, ja. Een van mijn gekke dromen was: ik wil zo'n video-chickie zijn in een hip-hop-video. Oh, volgens mij ik kom gezien? me lichtelijk bekend voor. Kom me lichtelijk ik was bekend voor. Ik was in een videoclip oh, van, yeah, van Joe. Oh, wauw. Jaren Welke geleden. Hoe die? Ooit die uh... Ik was wel te zien? Ja, maar ik was wel bijna helemaal eruit geknipt. Dus je, dat wel. Ja, maar je bent te zien. Ik ben, Daar gaat het om. Maar heel kort. Maar de, de, heel weinig van die chickies maken dat helemaal niet mee. Nee, het was zo grappig en interessant. Volgens mij. Maar je hebt nu de videocheck route genomen, toch? Nee. De stereotype nee. videocheck route. Nee, you know what I'm talking about ik kwam ik ging met BNN daar naartoe oh ja nee okay, het, ja, was ja, ja, okay. het was een ja, ja, ja. reportage het was een reportage dus ik weet niet waarom ik dit nou vertel. en daarom toen jij zei DJ, DJ ik DJ dacht was Kelly. hij erbij zal wel ja zal wel zal wel volgens mij was hij er niet bij maar ja. vet Joe wel vet Joe wel oké okay. ja. maar goed maakt allemaal niet uit andere maar... dikzak nee oké okay. <laughs> Just... nee niet lief hè oké okay. <laughs> dus nee ik, dus ik jij komt daar vandaan ja en niet van soort niet van slet of zo maar van nee, vrijheid vrijheid gewoon vrij, wel vrijheid wat ik, ik omschreef van let it go gewoon ja ik, als het goed voelt dan, dan, dan kan het yes. alleen nu vind ik en dat is niet uit een soort nu vind ik ik ik, moet, ik wil gewoon beter kijken wie iemand is precies wat jij zei ik heb geen zin in seks met de vertegenwoordiger Juist, juist. Daarom ga ik, wil ik niet op de ja. eerste date. Ik wil gewoon ja. langer kijken. Dus juist als ik iemand leuk vind. Ik ben ook zo dat als ik op een date ben en ik vind hem niet leuk, zeg ik het ook, hè? Oh. Maar netjes, hè? <laughs> Hoe zeg je dat netjes? Ik, ik zeg, zeg eens netjes ja, tegen mij hem. jij bent op die date en dan zeg ja. ik gewoon eerlijk. Ook omdat ik dus dat ik, dan zeg ik Gilly, ik hoop dat je het ook okay even. Maar ik heb het niet zo naar mijn zin. Dus als jij het goed vindt, wil ik graag naar huis. Hey uh, www.nyankaappenstaatje. <laughs> nee, wow, mijn, hey, 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 nee, mijn vriendinnen maken grappen erover. Scheld me dan maar uit, want er ik nog stukken erger. Mijn vriendinnen maken grappen erover, maar niet, gemeen meeste. Ik heb het over stroeve dates. Ik heb het niet okay. over. Ik heb het niet over. We zijn aan het chillen alles en ik heb het nee, over. Nee, echt gelijk al je merk van stroeve uh, internet updates? Oh. Dus ik had een keertje een stroeven ja, ja, ja. internet update. Dat was vlak voor corona had ik wel. En dan, ah, ik werd ah, gewoon geïnterviewd. Nee, nee, nee ah, ik werd je ge weet niet wat voor drempel hij. Ja, nee, nee, nee. nee. Okay, okay. Gewoon netjes, uit respect, gewoon netjes. Want dat netjes. gaat nergens heen, is lasting hij voor zei... jou. Nee, ja, daarom. En voor hem. Hij, hij zat, hij interviewde me gewoon. Hij zei: Ben je iemand. Die vaak boos is. Oh, zo. nee, nee, nee. Ik dacht, jij zit zo dating. Nee, shit, niet gezellig. Zegt, nee, nee, nee. Hey, ik heb het niet namens... Nee. Oh! Nee, die, die stroeven. Ja, ja, ja. Die stroeven. Ja, okay. die stroeven. Als je, ja. via, als je ja. via dating datingapps date, dan heb je dat soms. Maar ja. nee, dat vind ik ook dan... Ik, ik gun je Ik geef je, je je tijd terug. Je gaat het echt om mij in deze? Weet je het zeker? Ja. En niet om jou? <laughs> ik geef <laughs> okay. ons allebei oh, onze juist. tijd terug. <laughs> Oké. Okay. Dus, dus, ik weet niet waarom ik dit vertel, maar... Um, <laughs> Nee, dus ik vind het gewoon belangrijk om eerlijk te zijn. Nee, ik vind het belangrijk dat een vrouw eerlijk is. Ik hou is. niet van poppenkast, ik hou niet van dingen. Oké, okay. nee mooi, ik ook niet. Ik vind, ik, ik vind we zijn te oud voor poppenkast. Hé, dat is en eigenlijk, ja geen poppenkast, maar dan gaan we, en dan ronden we het af. Als wij op een date zijn, we voelen dit, we zien die Tori. You can act on it en je kan het ook laten zitten. Dat is alles wat ik ja, wil zeggen. Nee, nee, maar dat zijn niet de enige twee opties. Oh. Dus je kan meteen seks hebben. Yeah. Je kan geen seks hebben en nooit. Of je kan de spanning nog meer opbouwen. Nee, door ja, niet inderdaad. Je Nee, meteen seks. Ja, nee, 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 dat it, is de derde optie. Want ik ben, ik ik ben het er wel mee eens. Uh, ik klinkt allemaal stoer wat ik zei en shit. Ik heb ook meer nodig in 2021. Dat begon al in 2019 volgens mij. Ik heb meer nodig dan whatever je. Uh, Loeks, je moet me echt prikkelen, uh, wil ik hem überhaupt omhoog krijgen. En dat kan. Maar als hij omhoog is... Dan <laughs> gaat hij nooit meer omlaag. Oké. Dat, ja, dat is <laughs> Sorry. Okay. Ik weet niet waarom ik dat vertel. Nee, gewoon ja. Oké. Okay. Als je het niet naar je zin hebt, dan uh, kan je altijd uh, <laughs> vertrekken. Betaal wel je nee, eigen taxi. Wee, wee, wee. <laughs> Wie ik vond hem wel breed hoor. Ik vond hem een sarai dat je ja. Oh, een ja, noem het maar zo. Ja. Wauw, heavy Nee, maar, maar wacht, oké, okay, wacht. Ik wil toch even voor dat mensen. Goed denken. terecht hoor. Nee maar. maar shit. Gewoon eerlijk. Ik heb het over stroeven date. Mensen hebben geen tekst. Het is ingewikkeld. Want zo'n zo doet moet pauze nemen, even van. Even geen. Net de gokverslaving. Even geen. <laughs> even nee. Geen nee. online dating mee. Want denk, deze was. Oeh, stakt. Ik denk dat het wel meevalt. Denk maar het is niet als één. Nu we het niet hebben over online, nu oh. word ik nieuwsgierig. Het is wacht maar wacht. Het is niet yes. als één iemand denkt dit is de beste date ever en die andere. En ik vind het erger. het is erg als het gewoon een rotte date is. Ja. Um, dat is dus niet als zeg maar, Stel je voor je wordt uh, bij elkaar gebracht door twee mensen die jullie goed kennen. Dan gebeurt dat meestal ook niet. Maar het, het, kijk, date op zo'n op zo'n swipe ding is. Je hebt geen idee, je hebt foto's hier. je hebt een soort halfgare tekst hier. je zegt like. Je hebt geen idee, snap je dat? Ja. Dus dat kan echt ook slecht zijn. Maar dat wilde ik dus zeggen. Dat is waarom ik dat niet dik. Dus heel, de magie daar van on to the next one. Ja, maar, ja, And maar, you want to feel special, right? Iedereen. Toch? Iedereen wil zich special. En volgens mij ontbreekt dat, het kwestie dat je zo kan doen. Jij zegt, valt wel mee, zal wel goed komen met die dude. Maar jij bent special. Ik, hij wilde jou. Nee, dus het moet hem wat doen, nee, vind ik. Nee, man. Iedereen lijkt honderd mensen. En je kijkt of de Ja, er dus een match dat is vond. wat ik bedoel. Nee, Arno, ah, ik voel het niet, man. No, judge, no judgment, hoor, man. Dan liever zie ik jou boodschappen doen. Weet je hoe ik jou zou vlogen? Jij doet boodschappen. Ik doe boodschappen. Ik pak, ja. je, ik pak even mijn water erbij, hè. Jij probeert iets te pakken. <laughs> ik ben korter dan jou. <laughs> ik zou zeggen, dame, ik ben niet langer dan jou. Maar ik wil indruk op je maken. En ik ga dat ding voor je pakken. En ik klim direct. En ik pak, en ik pak er twee. Eén onder deze oksel. één onder deze oksel. En ik spring. Alsjeblieft. Dan heb ik je op zijn minst laten lachen. Zeker. Lachen is super belangrijk voor vrouwen. Dus dat... Maar dit soort dingen kan je, je niet op meemaken app. op zo'n app. Jawel. Je kan ook grappig zijn op een app. Lukoe. Dan ga ik deze scenario afmaken. Mm. Op dat moment jump ik niet op je greedy greedy van omdat ik je hebt laten lachen. Ik zeg, kijk je spullen hier. Voordat ik jou zie vertrekken uit de supermarkt, ga ik er nog even heen. Ik zeg, ik ga je niet verder lastigvallen, maar ik ga je nog een keer tegenkomen. <laughs> Als ik je weer tegenkom, ze te rijden. Weet je wat gebeurt? Je ziet me, je smile. Katje. Oké. Okay. Online cursus, Gilly. Hey. How to pull them. Maar ik, ik, ik schets deze ja. om te laten zien, dat lukt niet op zo'n Dus jij bent speciaal op dat moment. Jij voelt je speciaal. Maar ook ik voel me speciaal. Want, want ik denk, hé, hey, zij is de moeite waard om deze uh, komedie uit te maken. Die <laughs> ik ter plekke hier verzint, terwijl we hier zitten, by the ik way. Ik geloof je meteen. Oké, okay, dan moet je nagaan uh, wat ik in real life uh, allemaal uh, tevoorschijn haal. Maar dat ontbreekt. Ik wil, je moet je speciaal voelen, denk ik. En ik denk niet dat ik dat heb. Maar ja, je hebt ook een succesverhaal gedeeld die een jaar duurde. Mm -hmm. Een jaar? Zei je dat? Een jaar? Zei je dat? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Ik zweet trouwens. En dat komt niet door zijn rijden. Dat, dat komt omdat het buiten iets van wat 26 graden is. is en hier dat. hete lichten. En uh, ja, dus dat. Interessant. Zeker. Ik wil je wat vragen. Uh, het ging dus ook mis dan met die, uh, uh, met die baby daddy. Mocht mag ik, mag ik niet gebruiken? Hè? Vader, klinkt van niet mijn goed. Vader van je Het klinkt ook niet goed, ik hoor het. Vader van je dochter, daarna iets anders gedate. En daarna even iets, jijzelf. Okay. Ik heb wel meegedaan, maar ik weet niet of je dat hebt gezien. Aan het programma First Dates. First Dates. Date. Date. Ja. ja, maar dat is televisie shit, toch? Of is dat echt. Nee, was het is dat echt. Het op, ja? ik, weet... Weet niet, ik weet niet zo goed wat dat is. Ik, ik grani, ik ben oud. Oké. Okay. Maar <laughs> dat is een programma van daten. Het is een blind date waar je op gaat. En is daar iets uitgekomen? Nee, wel. Het was een heel leuk iemand. Ook lief weer. Lief ook? Ja, dat is jouw ding hoor, lief. Um, nee, we, maar we hebben elkaar daarna niet meer gezien. We zouden we, aan het einde van het programma moeten zeggen... Dat? En waarom komt dat? Um, omdat het een televisieding was? Nee, 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 nee. Nee, want het is echt... En daarom is het ook zo goed bekeken programma. En daarom loopt het al zo lang. Iedereen kijkt ernaar, behalve ik met mijn Ja, je moet een keer meedoen. meedoen. Ik kijk ook niet naar televisie, dat is het. Nee, oké. Okay. Okay, maar het is ja. een heel populair programma, niet alleen in Nederland. En omdat ja. het een echte... Het is een echte is blind Oké. Okay. Ze hadden me gebeld... En um, zeiden: Wil je meedoen? Zei ik, nou. Ik voelde meteen. Kijk, ik vond het al spannend om hier te zijn. Yeah. Over de liefde te praten. Dus date op TV is natuurlijk. En date als hier. Van, echte date ook. Ja, echt. ja elkaar ontmoeten. Dus de en, we eten en zo. we kennen televisie. Maar dit is echt. Nee, zeg je wel? is jullie. echt. Oké, okay, ja. dope. Ik zou ook meteen zeggen: dan dat het niet dope, is. Dan ja. doop. Maar ik dacht: Het is toch een leuk avontuur. En je, ik, ik ga dat. Juist omdat ik het heel spannend vind, ga ik het toch proberen. Um, maar het is een echte blind date. En ik had helemaal... Je mag aangeven wat voor soort iemand je zoekt en zo. En, dan, en was echt een, een hele leuke, lieve jongen. Veel jonger. Um, Lekker toch? Ja, soms. Maar veel jonger. En uh, is geen tweede date gekomen. Oké. Okay. Nee. Je hebt totaal niks gegeven, hè? Wat, wat, wat ontbrak? <laughs> nee, nee, aan de date ontbrak niks. Maar waarom is er geen tweede date geweest? Je zegt <laughs> nog steeds, zeg je niets omdat ik denk. Het lag aan jou. Ik denk dat we echt in heel verschillende levensfases zaten. Ja, hij was jonger toch? Ja. En maar dat, dat, maar dat, dat hoeft niet per se nee, nee, te Nee, absoluut niet. A no this. Hier heb ik altijd een discussie over met een vriendinnetje. Zeg ik, maar dat één. Ja, toen, uh, uh, toen ik ouder was, ontmoette ik een meisje van 21 die was veel verder in life dan mij. Niet alleen dat, in business, ja. maar ook in wat ze allemaal heeft meegemaakt. Brada vermoord en dat ze. Dus zij was grown-up. Met levenservaring bedoel je? Ja. Met levenservaring, ja. maar ook in business was ze ja. verder. Dat ik me ja. schaamde van, mijn god, hij gaat het doen beter. Ja, maar weet je wat het is? En nu gaan we echt op een punt komen. En dit is mijn invulling daarvan. Ja. Hè? Dus alleen maar hoe mijn invulling. Ik zeg niet dat het zo is. Ja. Want kijk, je hebt levenservaring. Maar je hebt ook, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. En ik heb dit heel lang niet toegegeven. En mm -hmm. heel lang gezegd van... Um, dit, dit, dit is geen ding, dit telt niet. Dit, dit is niet real, maar ik... Daar ben ik echt van teruggekomen. Kijk, je maakt steeds grappen hè? over... oh, ze daar businessvrouw en al die dingen. Ja. Yeah. En in het verleden zou ik meteen zeggen van... oh, dat maakt allemaal niet uit. Dat maakt allemaal niet uit. Mm -hmm. Maar mijn ervaring is dat het wel uitmaakt. Dat als je in een fase bent van je leven... Yeah. als man, waar, waarin je nog aan het uitzoeken bent meer... of je bent iets aan het opstarten... dat het voor de meeste mannen ook niet zo leuk is om bijvoorbeeld met een vrouw te zijn die um, even de juiste woorden. Je hoeft niet bescheiden te nee, zijn. Nee 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 nee. Maar ik moet het goed zeggen. Die. Ik heb gewoon wel eens meegemaakt dat 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 ook afschrikt. Snap je? Dus kijk, dus om je een voorbeeld te geven, dus, uh, ik ben mijn business begonnen. Ja. Uh, ik ging op mijn dertigste weg bij binnen, ging mijn eigen business beginnen, ging keihard werken, ik ging allemaal dingen uitzoeken, ik ging naar Amerika om dingen te leren. En dat is nu echt een grote business. Ik heb een team. Wij draaien honderden duizenden euro's. Oh, klopt. Omzet. Ik moest langs vier hekken, vier assistenten en uh, een paar pistolen op mijn gericht voordat ik jou hier kreeg. Hè? Eén assistent. Oké, okay. weet je of overdrijven. <laughs> uh -huh. Dus um, het is een groot bedrijf. Er gaat veel geld in om. Um, en dat is. Maar, en ik moet dat aansturen. Ja. Dus het gaat er niet om dat dat er is, maar ik moet het aansturen. Ja. Dus mijn. Dus som. Ja. Dat is gewoon ook een grote verantwoordelijkheid. Ze zijn mensen die werken voor mij en um, ik moet het even op de juiste manier vertellen. En ik merk gewoon, ik heb in het verleden wel eens gemerkt van dat is niet altijd leuk, want de meeste mannen, niet alle mannen, vinden het fijn om bijvoorbeeld de sturende power te zijn in een relatie, ja. ook financieel bijvoorbeeld. Dus veel ja. mannen vinden het fijn als zij meer verdienen. Mm -hmm. En ik ben ook benieuwd hoe dat voor jou is en dat je echt de waarheid vertelt. Dus veel mannen vinden dat fijn. Ik weet uh, Dus get it. Ook al, ik ben, als ik zeg maar vrij ben, ik heb het heus niet altijd over mijn werk echt helemaal niet. Maar ik heb ook die rol in mijn leven. Ja. Ik moet mensen soms ontslaan, er moet van alles gebeuren. Ik moet grote investeringen doen, soms gaat iets mis. Laatst hadden we dat de he ons hele technische systeem eruit lag. Mm -hmm. Dan ben ik niet bioscoopse rijder. Dus bioscoopse rijder, ze dus gaan naar de film. Mm -hmm. Er is een enge film, ik kan niet zo goed tegen enge films. Ik zit in je oksel, ja. want het is yeah. een enge film. Dus dat ben ik ook. Ja. En ik ben ook een moeder. Maar ik ben ook die andere, snap je? Mm -hmm. En soms is dat niet leuk voor mannen. Heb ik ervaren. het geldt niet voor alle mannen. En in het begin was ik altijd zo. Ik had goed gesprek met mijn broertje erover. Mijn ja. broertje is jonger. Wat? Maar mijn broertje is eigenlijk ouder. Mijn broertje is 35. Okay. Ja. Maar wij hebben altijd hele, real harde gesprekken over dingen. Ja. En ik zei altijd tegen mijn broertje... Het maakt niet uit, want... Ik, ik vind het juist mooi als iemand ook iets op aan het bouwen is, want ik snap dat ook. En mijn zei, het maakt wel uit. Mm -hmm. Maakt wel uit. Want jij bent dan de alfa soms. Jij bent dan de power in de, in de relatie. Heel veel mannen willen dat niet. En dat snap ik ook. Snap je? Ik, ik snap dat. Maar ik snap dat. Weer dat ik daarop ja? reageer? Ja. ja? Ik, ga, ik ga voor mij praten. Hè? Ja. Ik ben iemand die praat nooit over mannen. Fuck mannen. Praat over mij. Mm -hmm. Ik maak geen grap. Ik vind dat bloedje geld. Ik zou daarmee kunnen omgaan. Weet je waarom? Ten eerste, ik ben alfa man. Ja, dat, Maar dat bedoel ik. Maakt ja. niet uit wat. Nee, maar, nee, dat, maar check, maar check, ja, maar check. Ik snap je. Ga door. En, en, en ik weet jij denkt jij ja, juist alfa man. Nee, me. nee. Als je super alfa bent, kan je juist wel. Dus doen. volgens mij ben ik een alfa man, maar ook in doen en laten en ook in denkwijzen. Mm -hmm. uh, ik ga eerlijk praten. Heren. Dus ik heb een soort idee al zoiets van. Uh, dus ik vind het geil, Essin, van, want ik kan het ook als mensen trekken. Ik, ik vind het dope om mensen te zien gaan. Mm -hmm. Ik vind het zo tof om mensen te zien gaan. Weet je wat ik nog toffer vind? Ik vind het nog toffer om onze mensen te zien gaan. Mm -hmm. Weet je wat ik okay. nog toffer vind? Als zo iemand aan mijn zijde zou zijn. Weet je wat nog toffer is? Als dat mijn vrouw zou zijn. En waarom vind je dat tof? Ik snap om... je want ik ben zo'n vrouw, maar ik ja. ben super nieuwsgierig. Als je echt real bent, ja. ik zou, als ik, ik ben natuurlijk geen man, maar ik denk als ik daarover nadenk. En ik ben nog niet daar, niet eens in de buurt waar zij gaat. Nou, ik zou dat zo inspirerend vinden dat ik weet dat zij me zou stimuleren en motiveren om ook te gaan. Ja, yes, dat Geen concurrentie. Natuurlijk. Ja, dat, maar dat. Geen concurrentie nee, maar dat... en geen. En geen gevoel wat ik ben. Ik weet wie ik ben. Ja, maar daar gaat het ook om. En ik zeg niet dat... Ja. Maar daar gaat het ook om. Maar er zijn ook... Want ik... Oké, okay, voorbeeld. ik moet even... Nee, maar even. ik begrijp dat ik er snap. mannen zijn Ja, ik die... Zie maar ik zou het... Ik, ik, ik zeg ja, maar ik weet hoe ik in elkaar zit. Ja, ja, ja. Ik zei ik heb het goed verdeeld. Ik hou van mensen die gaan. Ik hou van ons mensen die gaan. Ja. Ik hou van iemand aan mijn zij die gaan. En als mijn vrouw zou gaan, zou ik denken... Ik ben zo... I'm lucky. Ja, maar dat is tof. Ik heb superwoman hier, gek. Alles ja. waar ik... Heb je naar mijn intro geluisterd toen ik sprak? Dat waren, want je zei net: je bent geintjes aan het maken, businesswoman. Ik liet je uitpraten, maar dat zijn geen geintjes. Mm -hmm. Ik praat daar serieus. Dat is wat ik omschreef. Scroll, spoel terug, dan ga je zien wat ik <laughs> zei. Dat is waar we het nu over hebben. Mm -hmm. mm -hmm. Shit. Je bent, wat dat betreft, in de minderheid. Weet je wat voor seks we zouden <laughs> hebben? Nee, nee, geen grap. Weet, <laughs> wat we, 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 had, we, we hebben het toch over. Je hebt meer nodig. Dit is wat ik nodig heb. <laughs> wil je dat ik uh, natuurlijke Viagra. <laughs> op na, na, natuurlijke Viagra-niveau perform? Dat is wat ik nodig heb. Je komt thuis. Je, staat, je bent boos toch? Je hebt iemand ontslagen. Je hebt geld verloren. <laughs> Schatje. Kom even zitten. Als je wil hoor. Als je wil. Maar daar zet je. Ja, ontspan je marsman. <laughs> Feest. <laughs> ja, dat wel. Nou, er zijn allemaal businesswomen in Nederland die nu denken: Gili. Hey, Wee, wee, wee. Precies. <laughs> ja. Nee, nee, maar serieus, dat is hoe ik daarop zou reageren. Ja. Wow, Wauw, ja. dat, dat is wat. Maar niet serieus. iedereen, hè? Nee, veel niet. Ik geloof zelf veel niet. Omdat omdat je dat, dat Want dat is dat mannen-ding. Man. Ja. En, en ik, daarom noemde ik dat alpha man ding Weet je waarom ik dat noemde? Dat echt belangrijk. Omdat ja. ik ben ook man-man, as in, hé, hey, man. Bijvoorbeeld, uh, als ik aan een man vraag: wie heeft de broek aan in je relatie? En hij zegt 50-50. Dan zeg ik: nee, je hebt de broek niet aan. <laughs> Zo'n alfa-man ben ik ook. Dus ik wil even duidelijk maken, zo denk ik ook. Ja, dat... maar, maar tegelijkertijd zeg ik ook van: shit, dit is alles wat ik zou. Niet alles, dit is heel veel uit mij. Pakket van mijn lijstje die ik opnam. Zo, daar zou ik echt. Uh, ze zou me motiveren. Maar dat is het ding. Want ze ze kijk, zou me motiveren. Wauw. Maar dat gebeurt ook automatisch. En nu heb je die en... in-huis close altijd. Kan praten. Maar, ja, maar niet iedereen wil dat. Nee. Oké, okay, maar want, ik, ik zou zeggen. Nou, we hebben gesproken toch? Jij hebt gesproken, ik heb, ik heb ja. gesproken. Ik zou zeggen, maar dude. Dat is wat je wilt. Ik denk ook. Dat is wat je wilt. Dat vind ik ook zo tof om samen dat toch iets te bouwen. Maar ik heb een vriendin die zegt. Ja, allebei zegt. Ik heb een goede vriendin. Ik had daar een keer een mooi gesprek met haar over. Zij is ook een Surinaamse vriendin van mij. En ze is getrouwd met uh, een Perzische man. En we hadden een mooi gesprek. Oké, okay, nu zeg ik het en nu ben ik meteen vergeten wat ze nou zei voor goed. Het ging, ze heel goed steden. Het ging over samenbouwen. Ja, dat vond ik zo goed. En dat vind ik bijvoorbeeld ook heel leuk aan hun relatie. Ja. Je hebt zeg maar relaties van. Uh, Twee mensen die gewoon samen zijn. Die zijn ja. gewoon samen, zeg maar. Ja. allerlei redenen. En je hebt ook relaties van mensen die samen zijn die echt dingen willen bouwen. Juist. En je moet weten of je zeg maar zo'n bouw iemand bent. Ik weet niet of je me wel eens hebt horen praten <laughs> in Gillies Love Line. Ik noem het vaak met iemand bouwen. Ja, maar heel veel mensen... Trouwen is leuk voor mensen en papier, Maar als je samen kan bouwen... Dat is fucking fabulous. Dat is nou. toch fucking fabulous. En ik ga het nog verder trekken. Want in het scenario waar we het over hebben... Als, hey, maar dat is een wens van mij, hè. Als ik, het, als ik iemand het idee heb en ik klik en ik zie met deze kan ik bouwen... en die ziet dat terug, dan is het klaar. Dat, dat, dat denk is ik afgelopen. Ook. Maar dat denk ik ook. Je ziet toch soms van dan die Dan is het stellen. afgelopen. Maar ik denk ook, juist even, ja. juist voor onze mensen. Ja. Dit is wat wij, vind ja. ik, wat, dit is wat we meer kunnen doen, toch? Maar om dit, ja, het is, is beautiful. Dat is echt een grote wens van mij. Maar om dit uh, af te ronden, dit voorbeeld. Ik zou ook respecteren als ik zie van, leuk dat je samen wilt bouwen. Maar baby... Jij bent al helemaal daar, heb je zelf opgebouwd. Laat me mij even mijn ding apart doen. Tuurlijk, tuurlijk. I want catch your level en niet op dingen. Nee, maar dat is ook toch. Stimuleert me. Tuurlijk. Watch me go. Tuurlijk. Watch me go. Je gaat zien ik kom je halen. Ja, maar, maar oké, okay. that's my dream relation. Toch? Maar ja, dat is um, maar wat ik in het verleden niet zo goed heb ingeschat vaak, is ja. of iemand nou ook zo erin staat of dat iemand zegt dat hij En dan er zo maken staat. we de cirkel rond. Jij nam dus gelijk je kind mee. Logisch natuurlijk, elke moeder. Maar daar moet je dus ruimte voor gunnen. Ja, dat is wel waar. Om daar allemaal te peilen voordat je... Maar daarom en moet nu, je ook niet meteen seks Voordat voor, voor de, de hoofdprijs... Zometeen erop terug. Voordat je de hoofdprijs er, uh, tevoorschijn haalt. En dat is dat mooie pittig meisje van je. Normaal, dat is, je moet recht en met, ja. je moet verdienen, man. Ja, sowieso. Ik, het is Sabi. sowieso niet... Uh, nee, dat is waar. En je moet seks hebben, ja inderdaad. Heel <laughs> belangrijk. Dat is het verhaal. Hey, uh, even onderbreken, want jij zit hiernaar te luisteren nog steeds. Dat betekent dat je uh, geniet van onze openheid en alles wat we hier delen. Ik vraag je alleen om een beetje waardering te laten zien door te liken, te sharen. Volg Ebony View op Facebook, maar abonneer ook en klik op dat belletje zodat je kan zien wanneer een nieuwe video uh, uh, weer online is. Support deze lobby movement, is wat ik tegen je zeg en wat ik je vraag. Uh, want we doen best wel heel veel moeite voor Je ziet ik zweet en zo. <laughs> uh. Zogenaam komt het niet door mij. Ja toch? Zogenaam komt het niet door dus rijden. Maar naar dat bouwen, bouwen ding. Het komt door jou. <laughs> oh, nu komt het... Shit. <laughs> Hé, hey, maar uh, like, support en al die dingen. Ik had nooit gedacht dat ik een like, support en abonneer ding zou worden. Ja? Sorry, een ninja zou worden bij deze. Hé, <laughs> hey, breakie? Let's. Okay, Mike hoe zit, Test. Hoe zit mijn lipglossen? dan? Wil je me die vraag echt stellen? Oh, okay. Maar doe, 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 doe dit hier. Ja, zie je? Aan die kant. Nee, nogmaals. spiegel daar. Lita, daar even. je geen Let er? Letta even met je afstemmen. Ben je bekend met de term single schaamte? Nee, ik ben niet meer bekend, maar ik denk, als je het zo zegt, dat ik wel snap waar het over gaat, mensen die zich schamen om single te zijn. Uh, nou, Ja, zo zwart-wit. Maar singleschaamte is dus. Dus je bent succesvol op veel vlakken oh. in je leven. Mm. En omdat je niet gewend bent een mislukkeling te zijn, een beetje zo grof gezegd. Mm -hmm. Dan wil je niet erkennen dat je ook uh, mislukt bent in de liefde. <laughs> dus deel je niet? Dus, dus deel je niet graag. Dus deel je niet lach uit. Okay. <laughs> Net als wat je bij die do-it-date. Nee, nee, nee. Maar, maar dat is hoe zij hem omschreven. Ik, ik, ik heb dit niet verzonnen. Singles gaan er dus dat je mislukt voelt in de liefde omdat je op andere vlakken wel uh, succesvol bent. Mm, en dan niet dat je niet zegt dat je single bent, maar je zegt, ik ben single en dit komt hierdoor, daardoor. Dus, hey, hey, je bouwt er helemaal uitleg. iets omheen, je hele uitleg. Okay. Uh, je hebt er nooit van gehoord, ken je dat? Nee, ik... ik Herken je dat? <laughs> uh, nee, maar ik heb... Aan het begin zei ik tegen je van... Um, uh, ik weet niet of ik nou beter of minder goed word in de liefde. Ja. Uh, ik weet wel dat ik het heel leuk vind om... Uh, je, want je blijft proberen. Te <laughs> ja, ik vind het heel leuk om te proberen en ik blijf ook graag praten over die ja. Nee, ik zit niet schaamd op. Ik heb wel dat... Uh, ik ben wel maar heel tegenover nieuwsgierig. Jezelf? Tegenover jezelf? Nee, want weet je, als ik kijk naar. Um, ik heb wel soms dat ik eenzaam ben. Of dat ik me eenzaam voel. Dus ik weet niet of dat. Niet de hele tijd, maar ik kan momenten hebben. Dat alleen me... of eenzaam? Nee, echt eenzaam. eenzaam. Nee, want Oeh, ik kan heel. Je? Nee, maar ik kan heel goed alleen zijn. Ik vind dat ook soms dat lekker. Ja. Maar ik heb wel eens momenten dat ik me eenzaam voel. Ik zou even kijken. Zijn dat op speciale dagen? Nee, of het gewoon is random. Nee. Van... nee, nee. Het kan, het kan een heel klein moment zijn. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ik weet dat toen ik. Uh, Net als elkaar was met de vader van mijn dochter. Mijn dochter was nog heel klein. Ja. Dat, uh, ik woon uh, op Eiburg in Amsterdam. Dat wat is euh... daar misgegaan? Ja, dat vind ik, dat weet je, uit respect voor ja. mijn dochter en ook de vader van mijn dochter vind ik het niet. Oké, okay, uh... ik kan niet ontkennen dat ik niet nieuwsgierig daarom word. Ja, snap ik. Maar, maar oké, okay, ik, ik ga die vraag anders stellen. Ja? Mm -hmm. uh, zonder te weten wat er allemaal is gebeurd, achteraf, nu mm -hmm. je uh, zoveel momenten verder bent, mm -hmm. heb jij aandeel? En dat het mis je, is gaan. Je hebt altijd een aandeel. Ik vind, je hebt wat altijd een aandeel. aandeel. Um... Goeie vraag. Ik ga antwoord geven, hoor. Neem je tijd. Ik denk wat mijn aandeel was. Ik had beter moeten zien, eerder, dat het niet zou gaan lopen zoals... Dat het niet zou gaan werken. Dat is... Dat is echt mijn aandeel. En ik kan heel. Toen het niet liep. Ik weet ook, ik voelde me heel kwetsbaar. Want ik had net ook. Dus ik heb net een kind gekregen. Ja. Dat is een heel kwetsbare tijd. Mm -hmm. En. Um, ik was heel teleurgesteld. Ik dacht echt. Dat Waarin, het... precies? In dat het liep zoals het liep. Oké. Okay. En. Uh... Kijk, toen ik. Uh... Dus jij ja, had het eerder over. Dat je twee vrouwen in je leven had voorgesteld aan je moeder, toch? Ja. ja. Toen ik vader van mijn dochter ontmoette, dacht ik, dit is het. Mm -hmm. Ik belde mijn moeder ook zo op. Ik zei, mama, dit is het. Dus mm -hmm. ik zat daar ook helemaal in met mijn brein. Ik dacht gewoon, dit is het. Dit is het. Dit is het. Dit is het. Ik weet ook nog dat ik uh, mijn vader, die was een paar jaar daarvoor overleden in 2014. En ik had een heel goede band met mijn vader. Ja. Yeah. En ik weet nog dat ik dacht, wat Even tussendoor. erg dat papa niet leeft. Wat jij omschreef, jouw vader was een toffe keel. Want ik hoorde zoiets tof toen ik naar je film ging kijken. Is dat toen je klein was, reed je met je vader en toen zei hij, dat gebouw. Ja. Dus dat jouw bedrijf was. En daarom ben je hoe je bent. Dus dat moet even benoemd worden. Ja. Valt ook onder uh, liefde. Ja, ja, ja. Mijn vader was met een echt... hele toffe vader, wat ja. ik daar heb begrepen. Hij was niet de perfecte vader, want soms denken mensen dat als ik deel ja. over hem, uh, nee. hij was gewoon een man. En uh, mm -hmm. net als elk mens. Was gewoon een man. Nee, nee, nee. Maar net als dat we zijn ja. gewoon mannen en vrouwen Dat bedoel Precies. ik niet gewoon. Maar, maar mijn vader was echt. Um, dus wat jij omschrijft, wij zaten als kind met mijn vader in de auto. Mijn ouders zijn ook gescheiden. Ik ja. heb mijn vader altijd gezien. Dus ze zijn altijd allebei in mijn leven geweest. Yeah. En mijn vader was iemand, dus uh, wij woonden in Horen en mijn vader woonde in Amsterdam. Yeah. En hij kwam ons ophalen met de auto. En dan bij de, in de buurt van Sloterdijk reed hij gewoon opeens, kon hij een industrieterrein oprijden. Yeah. En zette, gewoon, zette hij de auto stil en zei hij, oké, okay, ik kies dat gebouw voor jou. Ik was acht hè? Ja. Yeah. Negen, tien. So, I love this story. Ja, dat gebouw. En dan zei hij, oké, okay, dat is nu jouw bedrijf. Wat doe je daar? En ik had bijvoorbeeld de vaas dat ik van paarden hield. Mm -hmm. Whatever. En had ik een paardentijdschrift gekocht. Zei ik, oh papa, we maken een paardentijdschrift. Zei hij, oké, wat staat op de voorkant. Ik ging je helemaal met ons? Zei hij, okay. zei hij, hoeveel mensen werken er voor je? Zei ik, honderd. Zei hij, honderd. Zo klein, zo klein. Kijk hoe groot het gebouw Dus mijn vader was echt die. Ja, uh... En ik dacht, iedereen groeit zo op. Nee, nee, nee. Later kom ik erachter bijna niemand. Ja. Toch? Heel tof en heel waardevol ja. blijkt. Ja. Daarom vind ik het ook zo moeilijk nu. En dat gaat dus ook wel eens verkeerd in mijn relaties. Als ben, geleken, mensen... ben je aan het vergelijken? Nee, nee, nee. Maar ik vind, vind het zo moeilijk als mensen zeggen dat dingen niet kunnen. Oh, oké. Okay. Uh, ik zeg maar wat. Hè? Ik zeg maar wat. Uh, even kijken wat voorbeeld kan denken. Um, als iemand zegt van... Uh... Dus bijvoorbeeld, er is een soort huis op Eiburg, waar ik woon, waar ik wil wonen. Yeah. Dat ligt nu totaal buiten mijn budget. Yeah. Maar ik ga elke week loop ik er langs. Ik maak altijd wandelingetjes. Yeah. En elke week sta ik voor het huis. En zeg ik: Oké, okay, one day. Dat is normaler voor you get mij. Get into existence. Yeah. Yeah. Maar kijk uh, uh, waar, waar de wortels daarvan uh, zitten. Yeah. Dat zit hem yeah. dus in wat jouw vader. Dan yeah. vond dat verhaal zo tof. En belangrijk ook. Yeah. Uh, om te horen wat dat doet met een kind van acht. Een meisje van acht. Yeah. Want hij zegt dus. Je wordt een alles, baas. Ja, maar hij zegt, alles kan. Dus, je wordt een baas. Kijk, later, 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 we gaan alle kanten op. Maar jaren later had ik een leuke relatie. Ja. Met, uh, en dan waren we bij die schoonfamilie. En dan zei ik bijvoorbeeld aan tafel, aan de eettafel, zei ik van, uh, oh, het lijkt me tof om. En dan viel die hele schoonfamilie. Ja, hoe denk jij dat je dat... Uh, ja, je denkt zeker... Ik dacht, huh? ik dacht echt dit. En jij begreep het, wereldvreemd. Hè? Voor Hun en voor ja. jou, ik dacht, hè? ik dacht hoe komen ze erbij dat ze iets ja. mogen afkraken wat, ja. wat in mijn hart leeft. Ja, hè? ja, 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 ja. later ja. kom ik erachter. De meeste mensen zijn zo opgroeien dat ze gewoon constant worden afgekraakt met dingen die ze tof lijken. Ja, weet je wel? Nee, zeg maar, iedereen wat? Iedereen ik... die is geslaagd van, uh, uh, van, van de job, Steve Jobs, iedereen heeft gehoord te krijgen. Kan niet, je bent ja. gek toch? Ja. Ja, dus, dus, maar als je dus je één bent in goed iemand, gezelschap. Ja, maar als je één iemand hebt, dus, en mm -hmm. dat was mijn vader, en dat was echt niet perfect, en, uh, maar hij was een goede, hij was een leraar. Ja. natuur en natuur- en wiskundeleraar. kreeg nog steeds berichten van mensen. Hij gaf bijles ook. Oh ja, tof. En hij, het was gewoon altijd van, wat lijkt je tof? Zijn favoriete vraag was, wat wil je beleven? Beste vraag ever. En dan spraken we daar gewoon over. En hij zei ook crazy dingen. Hij zei van... Uh, Stel dat ik uh, besluit op een dag terug te gaan en ik word uh, president van Suriname. Uh, hoe denk je dat we dit moeten? En ik denk, ik ben klein, ik denk dat kan ook gewoon. Dus, ja. nou papa, ik denk het is wel belangrijk. Ja, dan moeten we... <laughs> <laughs> dus, dus ja. dat is zeg maar. Um, ik Ben helemaal vergeten hoe we zijn teruggekomen. nee. Dus, niet. Dus, oh ja, dus oh, mijn vader in 2014 overleden, ja. ziek geworden, uh, kanker uh, bij mij in huis gewoond tot die stierf, zodat ik voor hem kon zorgen. En ik weet toen de vader van mijn dochter ontmoette, dacht ik, oh, hij het erg dat mijn vader me niet meer kan ontmoeten. Dus ja. ik, ik dacht gewoon echt, dit is het. Dat dacht ik gewoon echt. Ja, 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 en ja. Uh, ik was heel teleurgesteld en ook heel boos. Dus jij vroeg aan mij, wat was je aandeel? Ik was zo woedend dat het uh, ja, niet liep zoals jij. Nou, dat het dat, ik wilde nooit een alleenstaande moeder zijn. Ja. Daarom heb ik ook. Dat is een van de redenen dat ik heel lang heb gewacht. Ook ik dacht ik: ga pas als ik het echt durf met iemand. Dus ik was eigenlijk heel teleurgesteld. En toen we het over die eenzaamheid hadden, dus nadat uh, mijn dochter geboren was, mm -hmm. um, ik kon het heel erg voelen als ik zeg maar gezinnetjes zag, dus vader, moeder en een baby ja. die dan iets leuks deden. Ja, ja, ja. Ik zo, mm -hmm. Op een gegeven moment heb ik wel tegen mezelf gezegd: ik dacht: oké, okay, je kan op twee manieren naar kijken. Je kan steeds die heartbreak voelen. Of je kan tegen jezelf zeggen van... Uh, dit komt ooit ook weer voor jou. Yeah. En toen werd het minder erg. Maar ik kon echt een tijdje... Dan zag ik zo... Het is, je bent ook zo kwetsbaar als vrouw. Je hebt net een... Je hebt alles dus op zo'n kop. Juist. En, uh, yeah. en als ik dan van die, van die vaders zie... Die zo echt zo out of hun way gaan... Mm -hmm. Om die moeder en dat kind... Weet ja. je wel? En de vader van mijn dochter is een fantastische vader. Ja. Dus ik kan wel heel veel, veel dankbaarheid voelen als ik hem bijvoorbeeld met, met, met zijn dochter. Van samen. Ja, 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 ja. Dat, dat had dat, je graag gewild. Ja, dus dat... Realiteit heeft anders bepaald. Ja, klopt. En check. In Gilly's Love uh, haal ik elke aflevering een quote tevoorschijn over liefde, seks en relaties. En ik denk dat dit een goed moment is daarvoor. Uh, ze zeggen namelijk: nee, 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 niet ze zeggen. Ik zeg. Want ik heb deze zelf gevormd, want you're now een konvrouw, Je bent een slimme vrouw. Dus ik heb wat meer moeite erin gestoken. Oké, okay, go, uh, go ahead. De bedoeling is dat wij erop inzoomen en daarna kijken en dan denken: van... Any thoughts about it? That's it. Ja? Yeah? Want ik zeg: Liefde is een positieve energie. Mm -hmm. Maar dat geeft jou niet de recht om het op te dringen aan anderen. Of. Het van hen te claimen. Mm -hmm. Ik zeg dit mm -hmm. omdat je net zei: Je werd boos. Ja, ik was echt boos. Dat het niet liep zoals jij dacht. Nee, ik werd boos dat we. Dat, ik werd boos dat we. Dat, die gezins, dat we geen gezin zouden zijn. Ja, dus dat die liefde niet eruit zag zoals jij wilde dat het eruit zag. Klopt. En we hadden het al eerder erover. Je hebt ook realiteit. En daarmee heb je echt te maken. Zeker. Natuurlijk mag je een wens hebben, een beeld, moet zelfs, is gezond. Liefde is een positieve energie. Maar dat geeft je niet de recht om het op te dringen aan anderen. Of uh, het van hen te claimen. Nu ik dat zo uitspreek, mm -hmm. gekoppeld aan jouw verhaal. Mm -hmm. What are your thoughts over wat ik just zei? Uh, ik denk dat het waar is wat je zegt, want dat is altijd zo. Je kan, jij kan alleen maar je hebt alleen maar controle over wat je geeft. Je hebt geen controle over of iemand het wil ontvangen of dat iemand het waardevol vindt. Uh, dus je hebt helemaal en iemand kan het je zeggen. Dit klinkt logisch en je klinkt van ja dat is zo. Maar je moet het meemaken om het te beseffen. Ja. En ik, ik heb het idee dat jij daar bent. Nou, kijk, als ik zeg ik was boos. Dit klinkt heel raar, hè? dus het is nu jaren later. Um, ik snap dat ik boos was. Uh, kijk, als je terugkijkt. Um, het is gewoon een harde les om te pakken. Het is gewoon een harde les om te pakken. Dat, yeah. dat je, ook als je heel graag iets wil. en je doet heel hard je best voor. en dat je, dus in een relatie heb je altijd maar. Je moet 100% leveren. En je hebt 50% invloed op de uitkomst. Ja. Dat is gewoon zo. En, um, maar ik snap, ik ben ook lief voor mezelf. Dat klinkt heel raar. Ik, ik ga niet van mezelf verwachten. om niet teleurgesteld te zijn. Toch? Dus ja. hoe je uiting geeft aan die boosheid. Dat is anders. Dat, ik heb, er zijn ook wel dingen. Ik zou sommige dingen ook anders hebben gedaan, natuurlijk. Maar ik snap, ik weet hoe het was om dat te voelen. Ik vind het ook normaal. Het is een normale emotie. Boosheid is een normale emotie. Het lichaam, hoe je het uit. Het is een nee. normale emotie. Ja. Maar wat je zegt is waar. Je kan niet. Um, dat geldt voor iedereen. Uh, jij bepaalt niet hoe en of iemand van je houdt. Dat bepaal je niet. Je bepaalt alleen maar. Uh. En kijk, voor mij, wat ik geleerd heb. En nog steeds leer ook. Wat ik vertelde je eerder hè, dat. Op een van de verjaardagen van mijn dochter waren we er allemaal. Allemaal, ja. ja. En uh, ik heb toen ook even zo het was, was echt zo veel, muziek, veel eten, gewoon zoals onze feesten zijn. Mm -hmm. En um, ik heb ook echt even een momentje gemaakt en ik heb ook even uh, de vriendin van de vader van mijn dochter. Ja. Ik heb haar echt even, ik heb even een mooi genoemd. woordje, nee ik heb oh. een mooi woordje gewoon, oh, dat is omdat ik zei van kijk, ze is gewoon een hartstikke lief voor mijn dochter, ja. snap je? En ik ben gewoon dankbaar. Dat is ook een blessing. Ja. Dat, ze, want dat kan natuurlijk ook heel anders dat zijn. Dat anders lopen. Dus dat ben ik ook. Snap je wat ik bedoel? Ik kan, ook, ik kan ook heel boos worden. Ja. Maar ik kan ook echt vergeven, ook mezelf. Ja. En ook, dus, en dat, is, dat had ik te geven toen, snap je? Dat kwam echt ja, uit mijn hart. Ik man. dacht, ik ga de muziek stilzetten. Tof. En ik voel, was ook dankbaar dat ik het voelde. je? je trots je? op jezelf ook? Ja, ik was, nou, ik was dankbaar Daarna, dat ik, dat, nee, nee, ik, dankbaar dan dat ik op kunnen, een punt kwam. Ja, maar ik was dankbaar dat ik op een punt kwam. Dat oh, ik echt zo, ik ja, ja, was ja, ja, op dat feest, dat... was een spontane actie. Ik was op het mm. feest, ik keek zo rond. Ik dacht, wauw. Weet je... Want je kan het ook niet doen. Je kan het denken en haar apart nemen. Maar jij zei I want to make this... Ja, ik wilde echt een punt maken in, in, in de, de groep. iedereen ja, hier. Ja, ik wilde gewoon... Oké, okay, tof. Um, omdat ik ook, ik waardeer haar ook echt. En ja. Uh, ik was gewoon dankbaar, ik was zeg maar, God dankbaar ja. dat ik dat kon voelen. Want toen ik nog zeg maar, met mijn baby in de babyzak wandelde door Eiburg en ze bijna moest huilen. Toen ik dan die gezinnetjes met drie of vier. Dat, ja, man. dat, dat was, voelde ik dat dacht wow Het is een heel belangrijk ik ben, ik onderdeel heb... van dit verhaal. Pas een baby gehad, waarschijnlijk gaat het niet meer. En, en je bent al in een hele hoop emoties. Je hebt al een wonder verricht daar. Maar daar komt bij een hele hoop emoties die je niet kan omschrijven: allemaal hormonen. Hormonen ook. Ik, ik heb het over emoties, maar emoties ja. en hormonen, inderdaad, uh, hormonen, inderdaad. Uh. Ja. Maar daar zie je die kracht van een vrouw. Hè? En de kracht van jou specifiek. Want daar ben je waarschijnlijk ook erachter gekomen hoe sterk jij bent. Maar weet je wat ik deed, Jili? Want dat is ook zo soms. Ik zou willen dat meer mensen dit doen en ik moet het even goed vertellen. Dus over die boosheid. Dus ik kan mensen die mij goed kennen, ja. gebeuren, maar ik kan inderdaad heel boos worden. Maar dat heeft te maken met. Zo is mijn karakter. Ja. Sommige mensen hebben meer zo'n karakter. Zo. Ja. Andere mensen hebben meer... ...vuurlijk yes. karakter, toch? Yes. Maar ik heb... Uh, ...en dat is dan wel weer typisch hoe ik het aanpak. Ik, ik voelde ook van... ...ik moet... Uh, ...ik ben echt gewoon in therapie alles gegaan. Mm -hmm. Omdat ik dacht, ik moet... ...ik kan niet zo met die broken heart. Ik kan niet de moeder ja. zijn. Ik, we kunnen geen goede co-ouders worden... Dat ik zo met mijn broken heart ben. Dus... Ik was ook in therapie gegaan toen. Goed zo. Ja, ik ben echt voor therapie. Juist ja, ook. Ik ook. In onze communities. Ik ook, ja. Hey is die some bullshit, oh. ja, Als je erover praat, we kunnen er heel kort over hebben, is logisch. Als je ja. naar de sportschool gaat, je traint dat. Snap je? je moet hier ook trainen. Snap je? En dat kan je niet alleen doen. Snap je? Je kan maar tot zoveel doen in de sportschool. Je moet ergens gemotiveerd worden. Personal trainen heb je nodig. Of iemand die je aanstuurt. Snap je? Ja. En in die tijd, ik had therapie, maar ik had ook een coach. Ik ben super Ja. <laughs> en, dat was, en die coach zei tegen mij, um, zolang je nog zo die soort brok in je hart voelt, ja. hij zegt, sta vroeg op, voordat je kind wakker is. Dit was de craziest. Ja. Hij zegt, zit tien minuten, voel, dat je, voel die teleurstelling en dan send him love. Dus de vader van je dochter. Mm. In het begin is dat super raar, want je lijkt... Oh, um, ik ben boos. Ja. <laughs> ja. Maar maanden hè? maanden ja. hè? elke ochtend. Ja. Dus om op het punt te komen om echt te kunnen voelen van oh my god, ik ben dankbaar met hoe het nu is. Ja. Daar gaat maanden aan onzichtbaar werk in. Precies. Snap je? Maar ik, ik, ik doe zoals alles. Ik doe dat voor mijn kind. Juist, Omdat juist, juist. ik ben, ik wil niet ik wil niet zo'n moeder zijn die lelijk praat over ja. de vader van mijn kind. Dit en dat is. Jessie Pa. Dat, 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 dat soort dingen. Snap Niet je moet. nee Of als ze iets negatiefs doet, ja. net als je vader. Ja. Of, of lelijk dat, ja, dat ja. Dus um, ja. voor mijn dochter, alles, alles, voor, alles voor mijn dochter. Alleen maar voor mijn dochter. Mooi man. Dus, uh, ja. En uit dit hele verhaal begrijp ik dus, want je, je, je vertelde al, je stond daar publiekelijk speciaal gekozen. Maar dat was eigenlijk de climax van, van, van maanden, van van maanden huilen. therapie, huilen, alles hulp. En dat jij zelf de beslissing neemt van: Ik ga hier iets doen. Wat je doet voor je dochter. Ja. Wat je meent, uiteraard. Ja. En wat je ook doet voor ja. jezelf. Het is geen poppenkast, hè? Nee, nee, dat is duidelijk. Nee, nee. Niemand die dat hiernaar kijkt en dat denkt. En die vibe krijg ik totaal niet. Nee, nee. En dat is oprecht en was spontaan. Het is een pure a thing. Mooi man. En Thank het you. heeft waarschijnlijk heel die uh, uh, balans tussen jullie allen. Bevorderd en stevig gemaakt. Want het staat gewoon echt nu ja, sterk. En iedereen doet echt zijn best. En het is Mooi. niet echt makkelijk, want het is altijd. Moeilijke vraag. Mo Moeilijke vraag. Mm -hmm. Moeilijke vraag. Want dat gaat dus goed. Je kan die vrouw waarderen. Zeker. Denk je dat dat het lot was? Ik denk het nu wel. Ik denk. Ik hou van het woord het lot. Je houdt ervan? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, kan ook heel erg irriteren hoor. Ja, nee, ik hou ervan. Ik denk. Even goed voelen. Ik denk, ik denk dat ik dit zo moest leren. Ja. ja, ik denk dat dit, ook omdat ik niet wist. Ik denk dat meer als je kinderen hebt en je kijkt dit: de liefde die je voor je kind hebt, kan je je zo diep laten. Ik wist niet dat ik het te bieden had. Deze, ja. want normaal als je, nou ik sla erop. Normaal als je relatie uit elkaar gaat, ja. je ziet elkaar gewoon niet meer. Ja, toch? En hoe het was. Maar nou, een kind. Dus ja, maar met een zijn. kind, je moet. Je moet, ja. Mijn moeder zei ook... Mijn moeder heeft twee heel belangrijke dingen gezegd. Toch? Mijn moeder zei... Uh, ik heb het ook nooit over mijn ex. Mijn moeder zei... Uh, eerst wat je moet doen, is je moet je kijk op hem shiften. Dus hij was je vriend. En nu is hij de vader van je dochter. Ja. En dat is het enige ja. wat je ziet. Hij is niet je ex, hij is niet dit. Mijn moeder zegt... Focus je blik alleen maar. Hij is de vader van je dochter ja. en respecteer en eer hem ook zo. Dat heeft ja, mijn moeder ja. altijd gezegd. Belangrijk. En vooral omdat je zegt dat hij een goede vader ja, is. Ja. Maar als je het kijk, en al was dat niet het geval geweest, is nog steeds de vader van je zeker, kind. Zeker, And you're zeker. En je going have to make ik, it work. Ja, maar je kan ook alleen maar zien of iemand een goede vader is als je hem ook die space geeft. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. Dat zie je natuurlijk. Dat gaat natuurlijk ook wel eens fout. En ja. ik, elke situatie is anders. Dingen zijn pijnlijk. Maar ik weet dat een goede vader is om. Dat, dat is hij, en omdat dat is heilig, en ik kom er niet aan. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. Terwijl je als moeder, als je dit stelt, voor sommige mensen gaan het juridisch proberen dingen. Ja. Als moeder heb je alle rechten bijna. Ja, ja. dit zijn ook. Ik heb ook goede vrienden die die andere kant hebben meegemaakt. Ja. Dat ze, hun mannen? Kind niet, ja, mannen, dat ze hun kind niet mochten zien. Of dat, uh, ja, of maar dat... als je een beetje bij goed verstand bent, en het kan dat je in een fase uh, bent, maar uiteindelijk moet je tot de conclusie komen waar jij bent gekomen, dat kind. Snap je? Dat gaat dat het, kind. Gaat het gaat om dat kind. Het gaat alleen maar om dat kind. Ja, als wij geen kind hadden en we waren toch uit elkaar, hadden we elkaar nooit meer gesproken. Ja, ja, dat ja, is gewoon de realiteit. Ja, ja, ja. ja. En dat, want zo gaat het als je uit elkaar gaat en je hebt niks met elkaar, dan kan je gewoon ieder gaat weer verder met zijn leven. Maar, en ik denk dus omdat. Ik denk dat ik dat moest leren. Van. Uh, je moet eigenlijk. Als je uit elkaar geteld hebt, een kind. Je moet opnieuw voor iemand kiezen. Eigenlijk. Maar als vader. Of als co-ouder. Of als whatever. Ja. En dat is een moeilijke keuze hoor. Ja. Maar dat denk ik dat ik dat moest leren. Ik denk dat het daarom man? is gebeurd. Maar als je me vraagt: wat wil je. In het leven. Heb ik je dat gevraagd? Nee. Wat wil je, Saraya, in het <laughs> leven? <laughs> nee. Mag ik hem, mag ik hem ja. stelen en hem vervangen? Ja, het is jouw show. Want ik vond het mooi. En ik wil het brengen als je vader. Oh jee. Tjaan. Nee, want ik vond het mooi. Wat wil jij beleven in de liefde? Mm. Ik zou het heel leuk, echt leuk vinden om. Uh, een, om een leuke relatie te hebben en om samen, om samen een leven te bouwen. Eigenlijk heel, heel normaal. gewoon heel. Maar ik vind dat, hé, hey, ik zal je wat zeggen. Hè? Dat is het antwoord van veel mensen. Uiteindelijk, nadat ze heel veel dingen in hun leven, eh, 20, 30, en dan ga je naar 40 of zo, heel veel dingen hebben ze bedacht. En uiteindelijk willen ze gewoon een leuke relatie. Ja. Dat is het antwoord wat, wat veel geven. Ja, ja, Als ja, ik ja. ze vraag, mensen om me heen. En jij? Oh, we, we gaan, uh, oh ja, het, je had beloofd dat het over een meisje gaat. Iemand waarmee ik kan bouwen. En als dat het niet is, dan hoef ik niets. Echt waar? Echt waar. En wanneer, wanneer is het zo dat je zegt van oké, okay, met, 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 met haar kan ik bouwen? Uh, je ziet iemands karakter. Mm -hmm. Dit vind ik echt belangrijk. Dit is zo'n real shit. Ik kijk naar iemands karakter. Ik vind het belangrijk dat een vrouw oprecht is. Uh, uh, een goed mens. En hoe ik weet je hoe is? Ik, ik, heb, ik heb mijn dingen, mijn ways. Maar ik ga, je, ik ga zo meteen iets geven. Ik, ik vind het belangrijk dat een vrouw een goed mens is. Ik kijk, ik kijk hoe ze omgaat met haar vriendinnen. Hoe ze omgaat met haar vrienden. Ik kijk wat ze wel en wat ze niet zegt over haar mensen. Hmm. Mm -hmm. Ik kijk... Uh, hoe zij praat over mij tegen mij in verschillende fases in het begin ja, oh ja in het begin in mm -hmm. dat soort shit dan zit je in een relatie i want to see her talk the same want dat gaat ervoor zorgen dat je op tijd kan zeggen Hé, hey, is klaar hè? move en niet te lang door in iets gaan Oké, okay, maar welkom in, welkom in mijn hele leven. Oké, hé. Welkom. Welkom in mijn hele leven. Maar dat is de dat is story. En daarom zijn we single. <laughs> <laughs> dat is het? Uh, Dat dan is wel, het weer. weer. Dat dan ook wel. Maar we're we good. Hmm. I'm good. You good? Ja. Oké. Okay. Ik ben oké. Okay. <laughs> I'm good. <laughs> I'm oké. <okay. Yeah. laughs> nee, maar is, 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 is belangrijk, vind ik. Uh. Maar dan over jou. Ja? Mm -hmm. Oké. Okay. We gaan het makkelijk houden, maar tegelijkertijd gaat het veel zeggen. Uh, want <laughs> we hebben over zeker. Je, je gaat zeker iets vragen over vreemd gaan, denk ik. Je wil dat ik iets vraag over vreemd gaan. Je, als je dat wil, ben je wel eens vreemd gaan? Nooit. Nee, want ik zie dat ook niet in de voorbeelden die je geeft. Nee. Je wil niet seks best... op de eerste date. Laat staan wanneer je een man. Ik zie jou niet naast je man liggen en je hebt je cookie net aan een ander gegeven. Nee, nee. En... nee, nee. nee ik ben wel, kijk, maar kan je dat niet? Nee, ik ben nooit vreemd gaan ik kwam er ook later achter dat, dat dat ook heel ongewoon is. Ik dacht, er zijn... M ik maar... ben ook nooit vreemd gegaan. Nee? Maar ik heb dan ook maar twee relaties gehad waarvan ik zei... Mama, kijk, je vriendin. dus ja. Ik ben meer van single life. Je moet gewoon single zijn dan. Maar ik ben nooit vreemd gegaan. Ja. Ik heb wel eens een relatie gehad. Dus lang geleden met ja. iemand die al een relatie had. En ik wist het. Dus that, that's not pretty. Dus je bent onderdeel geweest ja. van het vreemdgaan. Ja. En dat was... Dat was Is dat je stijlste rijden? Nee, dat was de worst. Het was zo erg. Ik had die man ontmoet. Ik was helemaal, helemaal, helemaal. Maar ik dacht: nee, het was heel duidelijk dat hij een vriendin had. Ja. Lang verhaal kort. Toen was hij naar mij toegekomen zei, Ik ben helemaal helemaal zo. Het heeft precies drie weken geduurd. Kon niet meer. Ik heb mijn moeder na twee weken gebeld zeg ik, maar. Ik, nee, ik, Ma, ik ga je gewoon vertellen. Nee, ik zei maar ik ga ik ik schaam me gewoon kapot gewoon. Ja. Wat wel gebeurd is en dat is was dat één keer? Ja. Oké, okay. dan wil ik je geloven. Eén keer. Ja. Dan wil ik je wel geloven. Ik ben wel eens toen ik een lange relatie gehad had. Ik heb wel ik ben wel eens en dat heb ik ook gezegd die eerlijkheid, voor mij werkt het, maar het is niet zo prettig. Ik, ik heb wel eens dat ik een beetje verliefd was geworden, na jaren op iemand anders. Maar ik heb eerlijk ja, dat, gezegd... Dat kan je niets aan, nee, ja, dat, dat, dat niet aan doen. Maar ik moet zeggen, ik had dat eerlijk gezegd. En dat was niet leuk. Nee, Niemand nee, vindt het leuk om te horen. Nee, 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 klopt. Nee, dus. Klopt. Ik wil jou in een uh, positieve, spotlight. positieve spotlight gaan we op je laten schijnen. Oké, Ja? Oké. Want we zitten de hele tijd over en nu komt het opeens naar boven dat je uh, een keertje vreemd bent gegaan, met, niet vreemd bent gegaan, nee. maar andermans vrouw hebt lopen. Neuken. Ik zeg het grof, hè? Dit is strijd. <laughs> Dat je met een andere man's vrouw een, een, een connectie had. En hoezo zei Jada Pinkert dat? De enige reden dat dat niet is gelopen tot een liefdesverhaal... Hoezo, zei is omdat that? zij stoorde in het verhaal. Wat zei Jada, Jada oh Een entanglement. An, uh, entanglement, ja. Schone sletterbak. <laughs> Daar komen we. Jij niet hoor, jij niet hoor. Jada, Jada. Jada ook niet. Nee. nee. I had an entanglement. Hij <laughs> had an entanglement. Uh, he had an entanglement. Yeah. Noem een uh, goede kwaliteit van jou als partner? Um, ik stimuleer mensen die, uh, met hun dromen. Dat is denk ik een goede kwaliteit. De tweede keer dat ik deze hoor in deze show. Oké, okay, moet ik iets anders nee, doen? Nee, nee, is goed, het is zo. Maar dat is een goede Ik, Je zag net hoe, hoe enthousiast <laughs> ik werd van dat idee. En je, noemde, je haalt het weer aan. Ja. Je stimuleert ik, mensen. Ja. Dus dat houdt ook in, als een dude niet ambitieus is, gaat het je storen. Vind ik het moeilijk, ja. Moeilijk, en dan he? gaat er niet om, kijk, het is niet zo, het gaat niet over geld, nee, um, ja. maar wel dat iemand iets wil maken. Hmm. Snap je wat ik bedoel? Dus, uh, kijk, mijn vader was bijvoorbeeld leraar. Ja. Uh, natuur- en schij- en wiskundeleraar, hij gaf bijles. En toen hij doodging en op zijn begrafenis, je weet toch, ons naam superdruk, super ja. druk, weet ik veel, soort halve, weet ik veel. Klopt. Waren er. Allemaal meisjes, mijn vader werkte in Amsterdam-West. Ja. Uh, allemaal meisjes. Geweldig leuke meisjes met hoofddoeken. Die zeiden: ik had VMBO niveau, maar je vader heeft mijn bijles gekregen. Ik heb, nu, ik heb dankzij die bijles VBO-niveau. Ik ben nu ingenieur aan de TU Delft. Alleen maar dat soort verhalen. Dus. Dat bedoel ik, met je maakt iets. Je ma ja, 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 ik heb het niet ja, 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 ja. over... Mijn vader was gewoon leraar, in de zin van... Nee, niet een soort carrière, weet ik veel wat. Ja. Maar dat bedoel ik, dat je iets... Ja dus, dat, ja, dus als dat er helemaal niet is... Is een probleem. Vind ik niet leuk. I get that. Nee. I get that. Hey. I get that. Um, ik wilde een volgende vraag stellen. Allee, ik, ik, ga, ik ga het voorleggen. Doe het gewoon, doe het. Nee, nee ik wil iets voorleggen. We gaan, uh, alles is real. Maar I'm gonna get the mood down with some real takkie. Uh -oh. Of we gaan deze kant op. Nee, ga maar real. sure? Ja, ik ben heel benieuwd. Als ik echt niet iets, als het moeilijk is, dan zeg ik het wel. Nee, ik had laatst een gesprek. Niet laatst, een tijdje geleden. Maar ik had een gesprek met een vriendin van mij. Mm -hmm. En ik schrok van haar reactie. Ik zei namelijk tegen haar. Elke vrouw. Heeft uh, seksuele intimidatie meegemaakt of gaat het nog meemaken? Mm -hmm. Allemaal. Zei ze, een beetje heftig. Terwijl we doorpraten, komt zij erachter. Oma, wacht even. Toen ik jong was, inderdaad. Want zij is een beetje gevormd en dat was ze jong al, legde ze uit. gingen oudere mannen mij inderdaad. En ik dacht dat dat normaal was. Uh, ze vertelde dat ze in de leven drie keer een potlood heeft gezien... dat Keel zomaar ze piemel uh, laat zien in de trein en een keer in de auto. En ze begon dingen op te noemen. Ik zei: Lieve schat, dat is waar ik het over heb. En mm -hmm. you know what? Elke vrouw maakt op zijn minst seksuele intimidatie mee. Tot aan verkrachting, aanraading, alles. Maar op zijn minst mm -hmm. seksuele intimidatie. En zij schrok, want ze kwam erachter van inderdaad en begon verhalen te vertellen van vriendinnen. Mm -hmm. En zij zei: Yeah, is real. Mm -hmm. Jij bent ook heel erg open geweest over uh, Ervaring met seksueel, uh, uh, seksueel geweld wat je hebt meegemaakt. Ja, toen ik twintig was, ja. Toen je twintig was. Uh, ik haal dat aan omdat ik vind dat altijd bijzonder. Als jij dat niet vertelt, dan weet je dat niet. Mm -hmm. Dan kijk je, dan zie je superwoman. Als je dat hoort, dan zie je nog meer superwoman. Nu ben je twintig jaar, nu ben je een aantal jaren verder. Mm -hmm. uh, en ik vraag dit meer zodat als meisjes kijken, ik ben er dus heilig van overtuigd. Nee, fuck it, dat is gewoon zo. Ik ben ook helemaal niet geschrokken de, als je de, dat zegt. De, de, de Gilly Love uh, Line uh, redactie heeft de statistieken uh, gemeten. Ja, jongen. En dit is een fact. En gemeten door te vragen: hè? vraag maar om je heen. Vraag maar om de vrouwen, de meisjes om je heen. En ik ga het nog enger maken. Je nichtje, je dochter, iedereen gaat het ook meemaken. En dat is het enge aan het verhaal. Talking real. Als de dingen zo blijven zoals ze nu als zijn. Als de dingen hè? blijven zoals ze nu zijn. Dat is real. De cijfers zeggen 1 op 3, maar heel veel mensen doen geen aangifte. Vraag maar om je heen. Dus het is meer 1 op 2. Dus misschien is het zo. Vraag maar om je heen. Ja. Ja, dan ga je er, schrikken. Ja, als er drie mensen, als er drie vrouwen in een ruimte zitten, ja. dan in, meestal 2, soms 3. En, en, en dat gegeven toch? Mm -hmm. It's going to happen. De kans is heel groot. You're here, you're alive, you're strong. Je bent iemand die je wilt zijn. Die veel mensen willen zijn. Je bent iemand waarvan je wilt dat het je vrouw is. En zegt van baby stimuleren, maar we gaan. Hoe kom je daar? Dus dat je zoiets meemaakt. De... Ja. En dat je toen al... Vijf jaar daarna, tien jaar daarna, vijftien jaar daarna... Nog steeds zo staat. En als jij het niet vertelt, dan weet je dat niet. Je bedoelt, dan merk je het niet. Dan maar. merk je het niet... Dat merk je niet. Ja. Hoe kom je daar? Kijk, ik was twintig toen dat gebeurde. En uh, de dader was iemand die echt een bekende was, die heel dichtbij bekende, stond. Ja. Dat is heel vaak zo. En de eerste zeven jaar daarna, uh, ik had gewoon tegen mezelf gezegd van oké, okay, dit is gebeurd. Ik had het verteld aan mijn ouders. Meteen? Of heb je hem alleen. Na drie moeten dagen. Leven? Oh, na drie dagen. Ja. En, uh, omdat ik ging gewoon niet goed. En, uh, oh. en uh, zij kende de dader ook. Mm -hmm. Dus het uh, was een heel complexe situatie. Maar de eerste zeven jaar heb ik het eigenlijk gewoon weggestopt. Nadat je het hebt verteld. Ja, omdat ni iedereen, niemand weet hoe je daar goed mee om moet gaan. Dus, ja. uh, dus het gaat heel snel de kant op. Mensen die dat hebben meegemaakt, zullen wel herkennen van: oké, okay, nou, was een aanranding, was geen verkrachting. Oké, okay, het kan erger. Nou. We gaan gewoon door. Dus soort, je, je, je stopt het voor je gevoel in een soort laadje. Je knal die deur dicht van dat Even kastje. Dat is ook belangrijk voor dit verhaal, voor mij dan tenminste. Ja. Is er wat mee gebeurd? Is diegene gestraft? Nee. nee het is heel moeilijk te bewijzen. En uh, uh, ik durfde uh, ook heel lang geen aangifte te doen. Want het was al, ik kon niet. Uh, daarom zeg ik dus die, die cijfers van 1 op 3. Dat is waarschijnlijk 1 op 2. Want ja. veel mensen doen geen. Aangifte. Ook omdat, bewijs maar. Ten, kijk, nou nee, ja, goed. Dus het is echt moeilijk. En ik heb weet je, in een land als. Laten we Suriname als voorbeeld geven. Daar hoef je alleen te zeggen, zonder dat het is bewezen. en die man wordt al bijna als schuldig gezien. Dus. wat probeer ik daarmee te zeggen? Ja, ik snap je. Ik snap in, een je. in een land als Nederland, waar het zogenaamd allemaal klopt. of juist omdat het klopt. Moet er dus echt één op één bewezen worden, waardoor jij weer door een heel ding moet gaan. Om misschien te horen van... Het is niet bewezen, man. Maar weet je, het zit nog dieper dan dat. Want kijk, je moet je voorstellen dus in het scenario dat... Um, dat je die dader kent. Ja. ja? Dus in mijn geval, laat me gewoon open... sommige mensen weten dat ook al. Dus in mijn geval was een dit ook nog, is een oom. Ja. Dat gebeurt heel vaak, hè? dat soort dingen gebeurt ja. heel vaak. Dus. Ja, het dit is het moeilijke. Het gebeurt. Mm -hmm. Je weet meteen. Je voelt meteen naar je lijf. Je voelt het naar je lijf van. Dit is niet goed. Mm -hmm. Maar een dader gaat natuurlijk ook op je inpraten. Ja, ja je hebt het niet goed. En dat kan alle kanten op. Wat daders ook heel vaak doen, mm -hmm. is dat ze je bedreigen met iets wat niet over jezelf gaat. Dus bijvoorbeeld: um, dus je kan mij met allerlei dingen bedreigen. Ja. Van, uh, um, ik, ik, ik wil niet zoveel detail geven, maar ik ga toch kijken of ik een voorbeeld. Dus soms zeggen daders van uh, als het uitkomt uh, en je moeder hoort dat, uh, dat breekt haar hart. Mm -hmm. Ze heeft al zoveel meegemaakt. Als er iemand je kent, kunnen ze je ook manipuleren, ja, toch? Ja, ja. Dus, dus kijk wat jij me schrijft, um, dat je kan zeggen van uh, heeft het gaan dat hij meteen... Die is handelt of wordt, wordt gedeeld met hem. Het yeah. is heel. zit vaak zoveel van Want kijk, je moet je voorstellen, seksueel gewelddaders, offenders, zoals ze in Amerika zeggen. Mm -hmm. Als die in de gevangenis komen, wordt zo, moordenaars, iedereen spuugt daarop. Iedereen spuugt yeah. op pedofielen. iedereen spuugt, toch? Dus dat zijn meestermanipulators. Mm -hmm. Omdat. Uh, hangt voor hun ook veel vanaf dat het er niet uitkomt. Yes. Dus ze hebben allang je zwakke plek gezien. Ze hebben lang je zwakke plek gezien. Ja. Ze al lang je zwakke plek gezien. Ja. En dan gaan ze je daar ook mee chanteren. Ja. Zo werkt het. Het is niet alleen... Maar, en dat is vaak nog... Je hebt het, je hebt het geweldstuk. Ja. Maar je hebt dat ook allemaal. Als het een bekende is. En het is niet voor iedereen zo, maar voor veel mensen is het zo. Mm. Dus dat is één ding. En heel veel slachtoffers denken... Oké, okay, het was vreselijk. Maar het is gebeurd, ik hou het gewoon voor mezelf. Mm -hmm. Ik wil niet mijn moeders je hart wil breken. Jugu, jugu Ik wil niet dat de, Ik wil niet straks dan geloven. Ga je bijna mensen schuldig niet. voelen dat jij dat in de. Dit is een familiekwestie, in de familie brengt? Zeker, zeker, zeker. Weer iemand, die man, die boosje die dan in je hoofd zeker. komt. Zeker. Dus voor mij was zo, ik, ik had het wel verteld aan mijn ouders, aan mijn ja. moeder en aan mijn vader. Vreselijk ook. Oh, Als ja, ik denk, ik kan zo voor je janken gewoon. Zo vreselijk. Ja. Maar daarna dacht ik van, oké, okay, ik ben niet dood, so survival. Ik ben niet dood, I'm fine. En toen, dus ik was toen twintig, mijn leven gaat, gaat, gaat. Ondertussen door een rare, rare soort dans van het lot. Ik kom terecht bij BNN spuiten en slikken. Ja. Dus nu is het opeens mijn werk om over seks te praten, toch? Juist. Ik zit daar week na week, ik maak geen eens een grap. Nee, niet week na week. Maar op een gegeven moment zat ik daar, aan die tafel. Met hmm. En iedereen had het alleen maar over die shiny kant, die leuke kant van juist, seks. Juist. En ik zat daar heel vaak als presentator en ik dacht... I know different. Ja, maar ook van, mijn ervaring is ook anders. Maar Had je het had je niet door van... Nee, ik had het niet door. Ik had het niet door. Omdat, ik heb dus in mijn hoofd gezet van... Zijn aanranding is geen verkrachting. Uh, ik, ik ben, ik uh, vergeet het. Ik was het niet vergeten, maar ik denk, zoals alle mensen doen, oh, andere mensen hebben het erger meegemaakt. Of ja. dit en dat, of zus en zo. Weet je wel, dus, dus ik zit daar soms bij die spuiten slikkentafel en ik denk, um, ik heb niet dat ik alleen maar denk dat seks leuk is. Ja. Maar ik merk het pas daar. Haar merkte ik het pas jaren ja, later. Ja, ja, ja. En, uh, en ja, toen nog. Daar kan ik me iets bij voorstellen, omdat je ziet die vibe. Uh, niet één keer. Je, kan daar, je komt daar wekelijks ja, bijna ja, en ja, je ziet van: ja, Yo. Ja. Ligt het aan mij? Ja. Ligt het aan mij? Ja. Zo zat ik soms, dat ik dacht van. En ik had het met een, toen een goede vriendin erover. en Ik zei: van... Uh, ik, weet, ik voel me niet zo op mijn plek en al die dingen. En ze zei van, denk je dat het daarmee te maken heeft? Ze, ik zo, denk jij dat het daarmee te maken heeft? Ja. Snap je? Het is bijna alsof, en dit is een raar voorbeeld. Stel je voor dat je, dit is echt een dom voorbeeld. Maar stel je voor, je bent twintig, je bent op je skateboard, je valt op je knie. Mm -hmm. Ja? Schaafhond. Ondertussen is er iets gebroken in je knie. Ja. Jij ziet die schaafhond, je denkt, uh, kom cool. Uh. Maar vanaf daar, iets is gebroken in je knie en iets is een beetje schuin gaan groeien. Ja. Nu, jaren later, merk je ook, ik loop eigenlijk met pijn. Mm -hmm. En je bijna kan je niet terughalen waar dat dan begonnen is. Is het van die ene keer dat je was gevallen? Op je... Snap je ja. wat ik bedoel? Dat is een beetje slecht Absu voorbeeld. Maar... Nee, 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 absoluut. En dat is waarom ik ook die vraag aan jou stelde. Ja. Dat is waarom ik die ja. vraag stelde. Ga je precies uitleggen waarom ik dan toch hier naartoe ging? Omdat ik weet dat hier meisjes naar kijken. Die hebben of zelf iets meegemaakt, daarom begon ik ook zo. Mm -hmm. Die kennen meisjes om zich heen die iets hebben meegemaakt. En als ze dit horen, want jij hebt dus iets weggestopt. Eerst, ja. Eerst. Eerst ja. En moest zitten bij een programma waar je openlijk over seks praat. En je ziet, oh, ze hebben het zo na en maar wacht even, dat is niet mijn ervaring. Nee. Maar het issue is hier dat jij dus een beetje had, je had het weggestopt. Had het, weggestopt. had het nog verkleind? Verkrachting. Aanranding, alsof aanranding ook niet erg is. Sterker nog, het was verkrachting, maar is ook erg. Dus ik wil eigenlijk laten zien als je als meisjes hier naar kijken of wie dan ook. Ja. Dat ze zien. Ik begon met het verhaal van dat vriend, een uh, van mij. Uh -huh. Dat die niet bewust was nee. van seksuele intimidatie. Misschien kijkt iemand die is niet bewust van. Je kan erover praten, je moet erover praten. Als je er niet over praat, want ik ben toen ik me bewust van werd, ben ik ook. Ben ik echt ook in therapie gaan, heel echt ook heftige therapie. En hoe wij hier zitten, ja. um, ik was heel met het. Wacht, ik even de juiste woorden kiezen. Als je er niet, als je het voor jezelf houdt. Ja. gaat je spirit, sorry, heel langzaam dood. Mm -hmm, mm -hmm. Maar heel langzaam. Ja, heel langzaam. Ik weet nog, want ik vertelde je dus in die twintiger jaren ook. Ik ging overal naartoe. Dus in Miami, New York. Ik ga in, weet ik veel, in Duitsland. Ik ga overal. Staan. I'm having a great time. Ja. Yeah. Maar ik ontmoet ook mooie mensen en zo. Ja. Yeah. Maar alles is toch een beetje vlak, was het in die tijd. Mm -hmm. Het was leuk. Maar niks raakte me echt. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Oh, nee. Niks raakte me echt. En ik dacht, zo ben ik. Had ook een bepaalde smaak met mannen. Toen ik in therapie ging, alles veranderde. Mijn hele smaak veranderde. En nu en dan kom ik toch nog even terug op. Uh, dat is wel grappig om daar dan toch weer te komen. We hadden het eerder over van uh, waarom ik niet op de eerste date ga. Of bij de eerste date seks heb. Seksen, ja. En dat heeft te maken met. Ik was vroeger. En dit gaat specifiek voor mij, is niet voor iedereen. Dus door die ervaring, ik was ook heel ongevoelig geworden. Hard ook. Okay. En nu. Die therapie, ik ben echt heel diep gegaan. Ja. Nu ben ik super sensitief. Dus als ik iemand leuk op een date, een date dus ergens eet, yeah. ik voel al alles in mijn lijf. En ik ben zo blij dat ja. ik dat weer kan voelen. Dat ik het zonde vind om dat meteen. Dus, dit ben jij echt eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, I get it. Ik, ik, ik... ik begrijp het 100%. Nu, nu zeker, nu voel ik me bijna schuldig. Nee, natuurlijk niet. Dat ik tuurlijk zo niet. Uh, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Nee, joh, dat is ook niet het geval. Want dat was gewoon een hele andere gedeelte van dit gesprek. En mijn verhaal, hoe ik erin zit. Ja, tuurlijk. Maar wat me dus opvalt is. vind ik het bijzonder. Na therapie, dus, Ander soort type mannen ben je opgevallen. Ja. En een ander gevoel ja. bij liefde, ontmoetingen met mannen, alles. Ja. Weet je wat er veranderde in mijn smaak? Dus, want jij maakte eerder een grapje. Dus voordat ik um, in die healing was gegaan, ja. vond ik het echt niet zo belangrijk of iemand dus lief was. Oh. Omdat ik, ik vond het meer interessant als iemand een beetje onbereikbaar was, ja. als iemand een beetje gevaarlijk was. Ja. Want dan, daarvan weet je dan, je kan niet echt verbinden met zo iemand. Ja. En als je zelf ook afgesloten bent, dan wil je niet iemand ontmoeten die echt wil weten hoe gaat het met jou? Oh, uh, snap je? Dat is dan. Ja, 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 ja. Dus, dus dan ontmoet, dus dan. Dus. Ik moet vlak blijven. Je moet er, toch op een bepaalde manier een ja, beetje vlak. Ja. En dan had je soms wel liefdesverleden, soms vond je echt iemand lekker, Maar uiteindelijk ging je altijd weer terug naar hey, de Nee, maar dat is mooi, hoor. Want zo zie je wat therapie doet. Je hebt training nodig, ook intern. En je hoeft niet iets traumatisch te hebben nee, man. meegemaakt je moet om gewoon therapie sowieso. te volgen. Ja. Ja, ik ben zo. ook daar, hè, want vooral in niet alleen onze cultuur, vooral andere culturen van gekleurde mensen is van: doe je niet. Nee, alleen als je gek, en het, gek bent. En het, als je gek bent, dan maybe. Sterker, sterker nog, als je gaat, dan ben je gek. Ja, ja ja ja, 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 ja. Dat ik, is niet waar. Dat is gedacht. niet waar. is nee, gewoon nou. simpel. Ik zeg het altijd zo en ik ga gewoon praten: dit is op Gilly's naam. Laat niet alle mooie en goede dingen voor die wit mancher, zeggen van Zeker. is voor wit monks. Nee, is ook voor ons. Zeker. Al die mooie en al die goede dingen. Ik praat op mijn titel. Zo, namtaki. Het is echt belangrijk hoor, wat je zegt. Echt hoor. Bedankt voor je verhaal man, dat je dit deelt. want ik, 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 Iemand zal hier iets aan hebben. Ik hoop het man. Iemand zal hier gesaved worden op een of andere manier. Al is het indirect. Of iemand zal een opluchting voelen van... Oh. Want jij zegt, je wil er niet over praten. Ik, wat, wat, wat ik echt opvallend vond, is dat je het klein begon te maken voor jezelf. Verkrachting, aanranding. Ja 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 man en dat is iets want ik heb uh, en heb ik antwoord op mijn vragen gekregen of misschien is dat door therapie hoe jij ja, dus ja, hier ja. ben waar je nu bent en ook dat ik en ook en dit klinkt ook crazy maar um, ik ben altijd in therapie omdat um, dus net als dat als je een alcoholist bent moet je altijd mm -hmm. naar die naar nee, die ik. AA meetings toch mm -hmm. Ook als je al tien jaar, twintig jaar niks ja. gedronken hebt. Voor mij is zo dat, ook door een aantal andere dingen die ik heb meegemaakt... waar we niet vandaag over hebben gepraat, is... Uh, ik was heel hard vroeger. Ja, dat zei je. Ja. En dat, 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 ja als ja. ik jou vandaag dus zou ontmoeten, dan zou, zou ik je dat niet, dus nee, niet weten. Nee. En, oh. Maar dat komt daardoor. Ja. En, en dat is... Mensen die mij uh, inderdaad nu ontmoeten, ja. die, die kunnen zich vaak niet voorstellen. Maar mensen die jou van vroeger kennen... En die kijken nu naar jou, zeggen ze dat hey, je bent je ben, je ben echt veranderd. Merk je dat? Of je, je, je rolt niet eens met die mensen meer? Um, mensen die mij langer kennen, die hebben wel gezien. Ja. Van, uh, maar vroeger, kijk ook, en dat had ook te maken met de buurt waar, uh, waar ik ben opgegroeid. Ja. En. Um, kijk, je hebt in Nederland. 30%. Welke buurt? Ja. ja. Kijk, ik heb op een aantal plekken gewoon van mijn zeventiende. Tot mijn zeventiende. Nee, you? ik claim niks. <laughs> well, je ik het. Nee, ik heb ook een heel tijdje uh, in Horen gewoond. Ik weet uh -huh. niet. Uh, en in Horen heb je ook buurten. Die. Oké. Okay. En in die tijd. Dus als ik zeg hard, dan bedoel ik dit. Dat in sommige buurten, je hebt er een paar. Je hebt er in Almere een paar. Je hebt er in Den Helder een paar. Je ja, hebt er, je je het overal. Je, je overal. kent ze toch? Die, Absoluut. Die buurten. Absoluut. En mijn mindset was vroeger. Um, als je zo'n domme chick bent dat dingen je overkomen is je schuld. Ja, 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 ja. Als je in zo'n buurt opgroeit, ja, dan is dat die ding. Dan is dat, ja, je had kunnen weten die die ja, die guys en, ja je had kunnen op oh, ja. de, ja, is je, dus je bent zo getraind, eigen schuld, ja. aan eigen schuld want je moet hard zijn, Juist. je moet hard, je moet hard je moet zijn, en je overleven. moet slim zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld in die buurt als er dan meisjes van buiten die buurt kwamen. Streetwise, slim ja. as in de zin ja. van streetwise. De meisjes kwamen en ze gingen ophoeken met die slechte jongens. Ja. En je hoorde later een verhaal van uh, wat dan later in de media een loverboy werd genoemd. Oh ja, ja, maar dat is wel later. Ja, ja dat is veel maar, later. maar een loverboy was een goed ding vroeger. Snap, dan was je een super. Snap je? loverboy. Ja. <laughs> <laughs> <Ja>, snap je? <laughs> ja. Opeens zijn jongens <laughs> die zeggen maar meisjes. Juist. <laughs> yes. Maar als je in zo'n buurt opgroeit, ja. dan, dan kan het. Ik was heel hard. Ik dacht, ja, je moet gewoon scherp zijn, je moet slim zijn. En daar kwam die aanranding bovenop. Dus ik was ook boos op mezelf. Ik dacht, hoe kan ik daar nu deed, ben jij dit, een deed. van Snap die Snap je wat ik bedoel? Nee, je... Nog harder, nog harder. Ik moet snel, ik dit. Toen kwam ik bij BNN, waar iedereen zo blij was over seks. Dat is heel anders ja, zo, dan ja. hoe ik erin sta. I'm like, aren't we supposed to be like... Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En toen dacht ik, nee, dit is... Uh, ik wil gewoon echt uh, dingen kunnen voelen. En kijk, ik vind dit gesprek echt interessant. Want uh, even terug te gaan naar een date. Dan ontmoet ik jou... Dan ben je zo lief en rustig. En jij zegt, ik was het tegenovergestelde Het Dat zou interessant zijn als jij... En dat doe je niet op de eerste date, maar je leert elkaar kennen. Mm -hmm. Want jij had het over dates. Mm -hmm. Maar we gaan uit eten. We hebben telefoongesprekken van uren. We, we, we naaien tussendoor. Alles gebeurt. Nee, maar check, on the real. Ondertussen leer ik je kennen. En ergens deel jij dit. Ik was vroeger zo. Niet je verkrachting, maar dat je deelt van... Ik was vroeger hard. Ja, ja, ja. En nu ben ik... En, en dan leer je je kennen. En daar kom je erachter van... Hey, I really die ik disperse. Nu geef ik jouw voorbeeld, maar ja. ook van de over, andere ja, kant. Jijzelfde ja. van die doet. Je ja. ziet dingen, hoort dingen, leert ja. hem erkennen. van, hé. Hey. En dan, in jouw geval, dan komt de cookie. Wee, we we Is zo oh, so goed. Maar dan moet het wel de shit zijn, want ik ga boos worden als ik lang wacht. Ik zeg, nee. Wat is dit het? Je kunt is Over datum. <laughs> nee, nee, maar nee, maar mooi. En, 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 en dan, dan komt de ultieme prijs. En dan, you know what? Je mag kennis maken met mijn meisje aan de telefoon. In <laughs> ieder geval. Ja. Nee, maar ik denk dat dat zo moet gaan. Want iedereen heeft veel lagen. Snap je? Verschillende lagen, ervaringen, veel meegemaakt. Ja. Ik ben dankbaar uh, uh, dat je dit hebt gedeeld en alles wat je hebt gedeeld. Je viel de good vibes? Ja, zeker. I feel the good ik heb vibes. het gevoel Sorry. alsof we nu nog uren gaan praten. Zo, mooi. Maar <laughs> nee, maar, maar ik ook. Zal ik je zeggen hoe lang we praten? Nou? Twee uur. Echt? Twee uur. Kijk eens. Man. Ja. Yeah. Maar I love it. <laughs> maar, maar, maar misschien is dat een deel twee. Dat zou echt tof zijn. Want. Ik zei of deze, en ik ben blij dat we hiervoor hebben gekozen. Mm -hmm. uh, uh, nogmaals, ik heb al gezegd waarom. Maar ik had nog eentje hier, hè? Welk had je nog daar, mag ik weten? En alvast... Dat is dus deel 2. Maar mag nee, ik wel nee, weten? Nee, want als ik hem open, dan gaan we nog. Dan ga... Maar laten ik... we een heel klein stukje doen. Nu ben ik te nieuwsgierig. Nee. Doe een klein nee, stukje? Nee, nee. nee. Ik, ik beloof een deel 2. Okay. Maar we zeggen niet wanneer, maar hij gaat gebeuren. Oké. Okay. Is beter. Ik ben er. Is beter, ja. Ja. I love you. Ik ben er. Ik it. ben, ben er. Mag ik nog één ding zeggen? Ja. Je mag Speciaal zoveel voor zeggen. Ons. Je mag zoveel zeggen. Want, oké, okay, de reden. Ik heb jou gebeld om in de show te ja, zijn, Ja, tof man. Ik zag het. Ik zag een klein, klein stukje video mm -hmm. op, uh, op Instagram. Ja, toen die leuke vlogger had je. heet ze Gwen? Gwendoline. Oh. Lieve mij. Ik dacht, het is fabulous. Ik bel, ik bel shy. <laughs> Jouw beste vriendin. Ik zeg regels. Ik zeg oké. Okay. En de reden dat ik dat deed is omdat ik dacht, wat fabulous dat je dit creëert. Ja. Yeah. Um, en ik bedoel, it's all good en iedereen en allemaal superleuk, maar wat fabulous dat je dit creëert voor ons. Ja. Yeah. En die openheid. En die wilens. En weet je wat ik tof vind en waarom ik blij ben toen je zei van we kunnen of een beetje moeilijk of een beetje makkelijk. Ik ben blij dat ik zei moeilijk. Omdat um, voor ons, even, ik heb het even tegen voor ons bruine en zwarte vrouwen ja. dat wat we net bespraken uh, dat gebeurt bij ons ook heel veel, heel veel. en Bro. niet alleen bij ons maar bij alle vrouwen allerlei culturen maar bij Bro. ons ook en wij hebben van huis uit veel meegekregen mm. van uh, niet over praten Juist. en die, en, da, en voor ons voor ons bruine en bij zwarte Loos. vrouwen bij ja Loos. ja maar ik daarom ben ik ik ben heel dankbaar dat we hebben kunnen bespreken van um, je offert, je offert jezelf op. En wat ik ons gun, en dat ik, heb dit, ik zeg dit ook tegen mezelf, is... Ja. Weet je, wij bruine en zwarte vrouwen, wij, wij zijn ook... Het leven heeft ons ook soms hard gemaakt. Ja. Toch? En ik gun ons ook voor onszelf dat we... Wij verdienen het ook om zacht te zijn. Snap je wat ik bedoel? En om, um, wij verdienen het ook om zacht te zijn. En om geholpen en gedragen te worden. En om verzorgd te worden en ondersteund. En als we zo, Absoluut. wij verdienen dat ook. En Absoluut. ik hoop echt dat er misschien al is het één iemand is die dit heeft gekeken. En uh, die anders kan gaan kijken naar: oké, okay, je bent streetwise, je bent smart, je, bent, je hebt niemand nodig, je bent sterk. je, hebt, dat, je dat dat harnas een beetje uit mag. Ja. En dat therapie daar een goede manier voor is om eerste stappen te zetten. En ik voel je 100% in, in, in wat je zegt. En je zegt het, maar ook in wat je probeert te zeggen. In, want je zegt het goed, by the way. Jij wordt hard. Want je wordt hard gemaakt, toch? Ja, de de toch? maatschappij. Want hoe weet je, ik, wil we er niet, ik wil er je? niet in deze show uh, te diep op ingaan. Maar daar gaan we een andere show voor creëren. Watch. Zo belangrijk. Doe het. Ja, ik ben ook nou, daar. Abso absoluut. Maar... Uh, I praise hmm. our queens. Hmm. En inderdaad, daarom ook zo'n platform. Guess what? Echt tof. We're lovable too. Zeker. Guess what? We hebben ook onzekerheden. Guess what? Wij willen ook dingen. Uh, ja, zeker. And it's here for you to see. Echt, hè? Kijk wat voor mooie vrouw dit is. Kijk wat voor mooie mensen hier langskomen. En wat voor mooie gesprekken eruit komen die voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen van kan leren. Maar het is extra leuk dat wij onszelf kunnen zien. En ik waarderen dat je dat zo hebt gebracht. Heel erg. Super. En ik vind het leuk dat je bent geweest, Sisa. Ik kan Brassai. Ja, mijn kleine Huggings. Ik vond het echt top. Ik vond het ook heel leuk. is beautiful. Ja, super. Echt hè? Oh, ik wil elke week te gast, mag het? Die tweede keer hebben we al, <laughs> hebben we al gezet, is een date. Is, oh, is wat een wat date. soort date? Je weet wat we doen op <laughs> een date. Nee, zal te goodie. Hey, uh, mooi. Gilly's Love Line. En dit is waarom ik dat, dit doe: Even een about love. Laten we kijken of je echt hebt gekeken. Oh my god, een about love. Deel 2 komt. Okay. Je krijgt nog een kans. Er <laughs> komt nog een tweede een... Ja. en dan gaan we dit weer ik doen. Ik heb ze echt afgekeken. We gaan, we gaan dit weer ik doen. Ik heb ze echt afgekeken. Oh, er komt toch een tweede. We doen het in de tweede. Even <laughs> about love. Niemand. Nachtig. Oh, jij ja, wist het, ik wist het. <laughs> ja, uh, leuk dat je hebt gekeken naar een aflevering van Gilly's Love Line. Tot de volgende date. Yeah.